The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, I'm here at you for the Zorg. As it ergens over moet gaan, send the list Not the face! Glimmer's on the middle of now! Idere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Onze gast van vandaag mag, wat ons betreft, moeiteloos metal royalty genoemd worden. Ze is lead vocalist en songwriter in een van 's werelds meest populaire metal-slash rockbands within Temptation. Op 14 veertienjarige leeftijd zette ze haar eerste stappen in de muziekwereld, onder andere bij blues-rockband Kashiro. Maar het verhaal begon pas echt toen ze haar muzikale partner en later ook levensgezel Robert Westerholt ontmoette. Ze vervoegde dienstband The Portal, die net voor hun eerste opname hun naam veranderde naar Within Temptation. Aanvankelijk was de band nog terug te vinden in het symfonische Gothic metal genre, maar dankzij hun onverwachte hitsingle Ice Queen uit hun tweede plaat Mother Earth werden ze bekend bij het grote publiek. Sindsdien ging de band van het ene succes naar het andere, van voorprogramma naar headliner, en speelde inmiddels al over de hele wereld, met een hele muur vol gouden en platina albums en onsterfelijke hitsingles als Faster, Stand My Ground, Angels, Memories en noem maar op. Tijdens het inmiddels al 27-jarige bestaan van de band heeft de wereld haar zien uitgroeien tot een van de meest opmerkelijke verschijningen in de metalwereld. Van haar opvallende outfits tot haar haast onwezenlijke zangstem. Solo liet ze ook van zich horen met haar eigen project My Indigo. En met vele collaboraties met artiesten als Evanescence, met wie ze later de World's Collide Tour zou ondernemen, maar ook met Armin van Buren, Delane, After Forever, Aerion, om er maar een paar op te noemen. In 2018 nam ze deel aan Liefde voor Muziek bij ons te zien op VTM, en in datzelfde jaar werd ze ook jurylid van het Eurovisie Songfestival. Within Temptation zijn inmiddels toe aan hun achtste studioalbum Bleed Out en de nieuwste single Ritual heeft een zachtjes gezegd opmerkelijke videoclip. Op 20 oktober 2024 staan ze ook in de Antwerpse Lotto Arena. En het wordt dus hoogste tijd voor een gesprek met de Queen of Metal herself. Welkom, Sharon den Adel. Zo -hé, wow. wauw. Kijk eens aan. <coughs> <Ja. laughs> en dat is nog maar een klein beetje van wat jij allemaal gedaan hebt. Want als ik ook nog eens alles moest gaan <laughs> opnoemen, dan kon jij ook meteen terug vertrekken naar de volgende. Ja, ja dat had ik nergens meer. Nou ja, het, het is inderdaad wel ja, 27 jaar. Dan kan er veel gebeuren natuurlijk. Mm -hmm. ja, dus, en dat is ook gebeurd. Je hebt ook een stevige dag eigenlijk al achter de rug en ja, nog half voor acht de boeg. Begonnen? Dat ja. is wel vroeg, inderdaad. Vroeg voor een muzikant, hoor, moet ik zeggen. Ja, dat kan ik wel voorstellen. Dat is niet ons uur, hè? Zo, nee, nee, zeker niet. Nee. Bij ons moeten ze nog altijd uitleggen dat de voormiddag ook een tijdstip in de dag is. Absoluut. Ja, ik, met jou kan ik praten. <lacht> <lacht> Staat genoteerd. Ja, dat klopt. Jullie hebben een, een nieuwe plaat uit, hè. Ja. Um, net uitgekomen deze week, Bleed Out. En Ritual is eigenlijk een vrij bijzondere videoclip, hè? Ja. Om het uh, zachtjes uit te drukken. Uh, het is redelijk stevig, om ja. mee te zeggen. Niet alleen de message van de clip. Maar ook hoe hem tot stand gekomen is. Want dat is een. AI, gegenereerde -gere ja. videoclip. Hoe heb je dat ja. gedaan? Hoe, hoe nou, zat... Ja, we hebben meerdere videoclips nu gedaan met AI. De eerste was een, uh, een visualizer. Dat is een, uh, de eerste was dan uh, Wireless. Het eerste liedje wat we hiermee gedaan hebben. Dat kwam namelijk nou, waar zaten in de studio met onze uh, nou, regisseur van de videoclips. En die kreeg een, op dat moment een beeldje, een, een video binnen. En die zei van nou, je moet dit zien, jongens. Dit gaat echt helemaal nergens over. En die stuurde het door, het was op TikTok, ging viraal. En, een, een videoclip van een, een singer-songwriter. En die ja, die veranderde eigenlijk elke keer van uiterlijk en constant maar van een ene van de pirates of the Caribbean... tot en met uh, een uh, reggae-zanger met een wijze rasta haar. En dan weer iets anders. En dan weer een beest. En, ja, het was super vet. En wij hadden iets van ja, moeten wij nou nog een traditionele videoclip nu gaan opnemen dan, weet je wel. <laughs> en uh, ja, dat hij ook iets van ja, uh, ja, ik ben wel geïnteresseerd om te kijken. Want ja, voor mij heeft het ook heel veel impact. Want als ik niet meega met mijn tijd en het niet ga gebruiken, ben ik straks al mijn klanten kwijt. Mm -hmm. dat was een beetje zijn antwoord. En ik denk, ja, dat, uh, en hij uh, had al wel, wel, wel wat mee geëxperimenteerd, maar nog niet zo op dit niveau. En uh, toen zeiden wij ook van ja, we willen ook helemaal niet van jou af, we willen dit gewoon samen noemen, kunnen we het niet samen ontdekken. Hij zegt, ja, dan kan ik me ook zelf wat meer ontwikkelen daarin en dan uh, kijken wat de mogelijkheden zijn. En um, nou, dat hebben we gedaan. we hebben dus de, um, de visualizer is dan wel alleen AI geweest, maar uh, Bleed Out en Ritual is gewoon echt met de band gefilmd eerst. Oké. Okay. Ook de, de scènes zijn gedaan met de acteur, of mm. actrice bij Ritual dan in het geval. Ja. En uh, dat omgezet in AI. En dan kan je alles maken wat je wil eigenlijk. En dat is eigenlijk wat, maar ik moet wel zeggen, het lijkt makkelijker dan het is. Want het is echt niet zo dat jij... Als je zegt van, ik wil dit en dat het erin hebben. Je, kan, je moet elke keer keywords erin uh, geven. En dat, daar gaat hij dan op voortbeduren. Maar je krijgt soms de meest rare dingen die je niet gevraagd hebt. Bijvoorbeeld bij de Visualizer kreeg je op een gegeven moment naast soldaat... stond opeens Darth Vader. Dan probeer je <laughs> maar eens dus <laughs> uit te wisten. Dat gaat gewoon niet. Yeah. Ja, en we hadden hel ze hadden helmen op. Want het ging over soldaten die gebruikt worden... Uh, ja nou, over russische soldaten mm -hmm. en um, en de, hun helmen werden allemaal uh, paddenstoelen. Ja, ik denk ja, weet je, wel, het was echt een moment. Ja, ja, dit is te gek. En dan nee, 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 ja. No, 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 no. Ja, ja. Ja. En dan moet je weer bijsturen. Dat dat kan bijna niet. En met wat, van een probleem was bijvoorbeeld met. Um, met de echte opnames met de band, is dat lip-sync, dat werkt totaal niet. Nee. Het, het lokt niet. Dus op een gegeven moment, uh, bij, de, bij Rituals is het beter dan bij Bleed Out. En dan komt het we echt van dichtbij een kamer op mijn neus neerzetten, terwijl ik geen make-up was. Gewoon een tester, die is gewoon ook gebruikt naar de hand. Uh, want de band-opnames, die waren te ver weg en daardoor kan hij helemaal niet lokken. Ja. Op de lip-sync. En door het dicht op je gezicht te zetten, was het makkelijker. Maar is nog steeds niet perfect. er zit nog steeds waar mijn oog opeens linksaf gaat. En mijn mond net te laat open gaat. Het is, het, is het is er nog niet. Nee. Maar we vonden het wel leuk om het alvast te proberen. En het is gewoon leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Dus dat, uh, maar, ja. dat viel mij ook op met die, met die lip-sync. Maar aan de ja. andere kant, die, heel die clip heeft ook zoiets onwezenlijks. Dat je ook het gevoel hebt van, dat stoort dan niet of zo. Voor een of andere reden lijkt ook heel die, heel die clip als een of andere nachtmerrie. Ja. Dus niks klopt ook nee, helemaal. Nee, het, nee het klopt inderdaad. <laughs> dat is eigenlijk ook niet zo erg dan. Dan, dan kan ik het mij wel inbeelden van, van ja, dan is het ook niet zo storend of zo. Nee, nee, want je beseft gewoon dat het niet klopt ja. inderdaad. Ja, ja. Dat, en dat het allemaal niet klopt. <laughs> ja. Ik vind wel, um, ja. van zolang dat ik jullie ken of zo, er is zeker een kentering geweest, een muzikaal, daar kun je het nog wel over hebben, maar ik vind jullie altijd wel een band geweest die... die... Um, heel hard met vernieuwingen bezig is, maar meer dan de muziek alleen. En ik schrok er ook weer niet van dat deze clip dan uitgerekend bij jullie zit, maar als je dan zo vertelt... Dat moment dat is wel grappig, maar blijf je dan kalm? Uh want op dat moment ja, kan, je, kan, je ook, kan je het ook op je zenuwen krijgen. Of zo. Maar je bedoelt als het, met de lipsink? Of, ja. of bedoel je juist het, hetgene met een Dark dartvele die opeens tevoorschijn komt? Die <laughs> heel niet meer hebben. Wel grappig, ja, ja, heel grappig ja. Het zijn goede verhalen tijdens een pest Maar ja. op dat moment denk je ook wel. Ja, dat denk je echt wel. Jezus. Waarom, waarom ja, moeten we waarom? altijd die ja. vernieuwende zijn? Ja. Waarom kunnen we niet gewoon een uh, paar ridders van steken? Ja. En, uh, <coughs> en gewoon een dan... paar ridders. Yeah. <laughs> Had ik vroeger heel leuk gevonden. <laughs> Nou ja, we hebben altijd wel onze uitdagingen gehad. Ik weet nog we dat een keer een videoclip voor Ice Queen opnieuw gingen opnemen in Zweden en we hadden allemaal van die uh, sneeuwmachines meegenomen en op mensenprem dat we daar die dingen wilden aanzetten kregen we een belletje. Uh, MTV draait niks met sneeuw, niks meer met winterse invloeden. Oké. Okay. En toen kregen we dus die uh, videoclip die er nu eigenlijk is dat we een soort van ja uh, In Hawaii hem dan op nou, een straat Nou, nou, was het maar zo'n feest. <laughs> was het maar zo'n feest. Nee, maar dat, dat, dat we uh, uh, heel digitaal eruit zien. Het, ja. met, met een hele rare videoclip van, uh, mm -hmm. van, van, uh, van Ice Queen. Maar je moet maar eens opzoeken. Maar uh, ook wel goed gelukt nog steeds voor die tijd. Maar ja, als je dan een of andere sneeuwstorm wil doen. Dat kan niet, want ja, niemand draait meer iets met winterse uh, invloeden. Omdat het namelijk dan uh, misschien wel kijkers afstoot. Dat is, ook, oh, dat is ook raar he? dat er zo mensen voor bijeen zitten. Dat je letterlijk zo'n meetings hebt waar ze zeggen we gaan gewoon niks niet meer mee sneeuw doen. Nee, nee. nee, nee. Dus wij waren wel, Dat was ook een shock. Weet je? Dat je denkt: ja. oké, okay, dus we hebben ons altijd wel moeten aanpassen waar altijd wel andere problemen in, van, vanwege andere redenen. Dus, mm -hmm. En nu is het meer de technologie die uh, niet meewerkt, af en toe. Want hoe vo, voelt het eigenlijk, als je, als je, je hebt veel meer mensen in de industrie overleeft. Als je 27 jaar dat doet, je hebt heel vaak doorgekregen. Ah, dat gaat het niet zijn, dat gaat het niet zijn. Ice Queen was dat ook een klein beetje. Ja, dat was, zeker. Nee, dat was de eerste keer dat zoiets gebeurde. Ja. Als je wat ouder wordt, kan jij nog soms die onzin aan? Of heb je zoiets, ja, ja, ik hoor het wel en... ...laat ons gewoon ons ding doen. We hebben al genoeg bewezen dat, het, dat we weten wat we doen. Ja, absoluut. Wij gaan sowieso onze eigen gang. En ik denk dat we altijd wel een beetje een, een eigenaardige band... ...wat dat betreft zijn geweest. We hebben ook nooit een ENR-manager gehad... ...die zei van, je moet dit doen of dat doen. Want we waren zo eigenwijs. En zo, <laughs> ja, we gingen onze eigen koers. En we bewezen elke keer wel dat het succesvol kon zijn wat we deden. Dus uh, ja, en we kenden onze eigen achterban en we hoopten gewoon wat wij leuk vinden dat zij dat dan ook leuk zouden vinden. Ze ja. dus zijn een beetje eigenwijs geweest, echt Nederlanders wat dat betreft, misschien een beetje niet <laughs> Maar ja, sorry. We nee, maar, maar, moeten nooit sorry moet zeggen, voor zeggen. Nee, maar aan de andere kant ben ik ja. heel blij, want ik ben daar wel trots op. Ja. Ik ben blij dat we ons uh, voet bij stuk hebben gehouden bij de dingen die we te gek vonden en uh, gewoon onze eigen ontwik ontwikkeling hebben door moeten maken en mogen maken. Ja. Hoeveel konden daar dan eigenlijk aan aanpassen? Want als je dat verhaal vertelt, eh, je hebt eigenlijk een idee van een videoclip, je neemt een Live ja. uh, performance op en ja. dan laten AI uh, ja. haar ding ermee doen ja. en dan gebeurt er ineens paddenstoelen en dark feathers. Ja. Hoe, hoe past dat dan aan? Krijg je dat dan nog wel? want je hebt het wel goed gekregen. Ze ja, ja we, er hebben niet het, we, we hebben het uh, weggesneden, maar dan, ja. Ja, weet je, dan, dan, net zoals een echte film, die dan snij je dan een stuk eruit, ja. Maar het probleem is dat je dan ook dingen die juist wel te gek zijn, dan kwijt bent. Ja. En, en AI verandert zo snel, want dat is ook wel het nadeel van AI, vind ik, als je ook naar onze videoclips kijkt, dat het zo snel verandert. Dat, het echt wel, pff, dat je bijna vermoeid is om ja. te zien allemaal. Ja. Er gebeurt zoveel. Mm. En, uh, maar ik denk dat het in de toekomst wel beter wordt. En, uh, ik ja. vond het wel fascinerend, want ik had dat eigenlijk nog... Uh, ik denk dat dat degene dat ik net bekeken heb voor Ritual, dat dat de eerste keer is dat ik dat echt heb gezien. En dat was ook zo, ja, die, die gezichten die zo constant veranderen, dat heeft wel iets ongelooflijk... Ja. opmerkelijk of zo. Je, ja. je, je blijft er wel, het heel... ook iets heel... Zijn tong komt opeens naar buiten. Waarom ja. komt zijn tong naar buiten? <laughs> ja, maar ja. dat klopt dan eigenlijk wel weer met dat eh, verhaal je, je, wel, ja. Je hebt dan eh, een, een vervelende... Want, want het is een eh, vrij stevig thema dat hij ja, ja. ook heeft gekist. Ja. Om echt een beetje... Ja, Te provoceren. Ja, en over, ook een klein ja. beetje... Je krijgt me too, maar dan me too in de zin van... Wat als de vrouwen dan niet het slachtoffer ja, waren? Maar, maar zo... dan, uh, dan terugslaan. Maar dat, ja, en en nog, een, nog geen klein beetje ook niet. Nee, nee, nee het is want, echt bloederig. Want, hè? Want, het, want het is ook wel knap om te zien dat je denkt... Hè, als, je, als ik daar zat te kijken, ik dacht... Ja, ik snap dat wel als iemand een, mijn, mijn, hè, met een telefoon onder uw rok een foto trekt. Dat dat echt vreselijk is maar wat die vent dan overkomt denkt ze van, ja, ja. wow, that's wow. like excessive force. Eh. Je wordt echt compleet tot bloedens toe in ja. elkaar gerand. Uh, ja, eh. maar en... ik denk dat het misschien wel het gevoel is wat die vrouw heel graag zou willen doen op dat moment, maar ze doet het nooit. Weet je. Nee. En kan het ook niet doen en zou het ook nooit doen, want de kracht heeft ze gewoon niet. Maar ja. het was gewoon leuk een beetje een soort fantasie, wat sommige vrouwen misschien wel hebben, maar dit is gewoon over de top en het is gewoon humor. Ja. Had, je, had, je ons... een lijst, had je een lijst gemaakt met dingen die zo... Eh, zo de vervelende die, die, dingen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Een, een soort iPad-file wat dat kan gebeuren, dat kan. Ja, gebeuren. Ja, ja, we hebben echt we hebben echt een, een lijstje gemaakt van dingen. Wat moet er allemaal gebeuren? <laughs> en ik vond dit echt de leukste. met die, met die uh, ja, vanwege die, uh, die coach, dan, die, die. die uh... ja, Jennifer Hermoso, die zo ja. gekust is door uh, wie was dat, Louis Rubialis, zeker tijdens de 2K. Dat hij 2K winnen. En die man geeft hij dan vol een bak een kus op ja, haar mond. En ja. dat is ook niet zo goed afgelopen. Nee, nee, allemaal. nee, nee. nee, nee. Ja. Ja. Hoe, hoe sta je daar eigenlijk tegenover? Vonden dat. Um... Goh, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind dat een hele moeilijke, omdat ik ook snap. Stel dat ik een vrouw die, ik, die niet mijn vrouw is vol op de mondkus. Ik zou dat al niet direct doen. Nee. Hey, je doet dat al niet direct bij nee, iemand. Nee, nee, nee. Dat is wel een stap. Als je die een knuffel geeft of je geeft die ja, een kus op haar kop. Prima. Of je doet iets, waarvan je van denkt, ja, dat is misschien ook al wel ja. intiem, ja. maar zo vol op de mond, mond is, is al wel een stap van, verder. Van, oh, ja. dat zegt ook niet. Ik vind u onaantrekkelijk of zo. Nee, hey, nee, er nee, zit, nee, er nee. zit ook iets aan dat je denkt, ik snap het. Maar aan de andere kant werd er dan zo enorm op gereageerd. nog is een carrière toe dat je dan voelt, vond ik. Zit jij, vind jij dat volledig begrijpelijk? Of is het zoiets? Ja, misschien was het toch wat overdreven? Of heeft het toch zoiets van. als iemand dat zo aanvoelt, ja. dan, dan klopt het. Nou, ik moet zeggen dat. Uh... Ik denk dat moeilijke vraag, ik ja, zo weet moeilijke, het, want... Zeker ja, ja. een moeilijke vraag, mm -hmm. want je weet het nooit hoe het bedoeld is helemaal, maar hij had gewoon sorry moeten zeggen, en dat deed hij niet. Ik denk ja. dat daardoor het geëscaleerd mm -hmm. is. En ik denk, uh, kijk, hij had gewoon moeten zeggen sorry, ik deed het in pure emotie. Ik had absoluut niet op de mond moeten kussen. Ja, heel stom. Maar ja, weet je, ik was zo blij voor haar. Zeg dat dan. Maar ja, ja. Van, nee, nee, ja. Weet je, negeer het niet, dat is dom. Ja, ja. Weet je, zeker in deze tijd. Ja. En, maar dus, dus, ik denk dat dat de grootste fout is die hij gemaakt heeft. En natuurlijk had hij niet op haar mond moeten kussen, maar aan de andere kant denk ik ook van, het is wel heel groot uitgemeten en poeh, ik vond het wel heftig ook wel. Ik vond, ja. Weet je wel, ik vind soms ook wel dat sommige dingen, uh, het is goed dat het aankaarten maar er is ook wel, om iemand compleet te ruïneren naar de hand, vind ik ook wel weer, ja. weet je wel. Ja, het is, het is het is een hele moeilijke, ja. omdat het, eh, je, je merkt wel zeker dat hij... Eh, de, de MeToo mm. is wel nodig geweest. Hè? Mm -hmm. Ik denk dat er ook heel veel dingen aangekaart zijn, die doorheen de jaren allemaal zo wel, uh, bedekt werden met de mantel yeah. der de, liefden. en dat yeah. wordt nu niet meer gedaan. En nee. dat is misschien ook maar een goede zaak. Yeah. Allee, dat is alleen maar een goede zaak, denk Absoluut. ik. Maar aan de mm -hmm. andere kant, ja... Het, 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 het wakkert dan ook weer tegenstand aan van mensen yeah. als de, als de, 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 de terugslag. Excessief overkomt. Ik ja, zal het zo nee, maar zeggen. Ja, Want je kent ook niet die voorgeschiedenis, natuurlijk. Hè. Wie nee, weet, flirten nee, nee. die er al honderd keer mee? En was hij daar kotsbeu of zo? Hè. Er ja, zijn ook ja, veel ja, dingen ja, ja. die ja, wij absoluut. totaal niet weten over heel dat verhaal. Hè. Ja. Dus het is ook moeilijker om daar dan zo direct een, een, een uh, over te maken. Ja, ja. Ik vind het zelf ook best wel gevaarlijk, moet ik zeggen. Ja. Want um, je merkt ook dat, dat bij dit soort thema's. Uh, of nou. Of het nou de uh, MeToo is of de Black Lives Matter. Op een gegeven moment loopt het op tot een soort hoogtepunt. En dan is alles fout. Alles is fout. Niks kan meer. En zelfs de kleinste dingen worden meteen net zo hard afgestraft als hele grote ja. dingen. Mm -hmm. En dat vind ik soms, de nuance is soms een beetje kwijt. En dan doe je eigenlijk tekort aan degene die echt. De zaken die er echt toe doen, in plaats ja. van de kleinere dingen die gebeuren, natuurlijk is ook vervelend, maar je, weet je we gaan niet allemaal het spotlight pakken. Laat het bij de mensen die echt iets, iets overkomen, naar mijn mening. Mm -hmm. Dan heb ik het vooral over de MeToo-beweging. Uh, Denk je ook niet dat dat soms, uh, want uh, waarom dat ik dit interessant vind, in sport had je dat bijvoorbeeld ook, dat, en dat bedoel ik met groot respect, mm -hmm. vrouwen die al wat meer ervaring of iets ouder zijn, ja. zijn anders dan als je jong bent. Stel, ja, zou, de, zou de is. jonge Sharon den Adel extremer gereageerd hebben hierop. Want nu heb je een heel leven aan levenservaring. Ja, ik denk dat ik. Je bedoelt, als het mij zou overkomen, bedoel je? Ja. Om... Nou, als het mij zou overkomen, zou ik erg onder indruk zijn geweest. En ik denk dat ik destijds misschien niet sterk genoeg zou geweest zijn om daar iets tegen te doen. Dat ik gewoon daar gewoon niet zou weten hoe ik daarop zou moeten reageren. Maar tegenwoordig wel. Mm. Maar Want je zit ook in een genre. Ja, het, is, het is ons geliefde genre. Ja. Oké, okay. je bent meer dan alleen metal, maar het is ons geliefde genre. Het is een redelijk. Mogen we wel zeggen, een redelijk mannelijk genre. Ja, mm -hmm. um, ja nu was het moeilijk in, uh, in, in 1997 of 96 als je er ineens moest. Uh, ja, als, als vrouw, zei, ik... jonge vrouw. Uh, ik moet je zeggen, plek... ik, heb, ik heb niet heel veel rare dingen meegemaakt. Wel wat rare dingen meegemaakt, maar niet zo heel veel. Maar er kwam ook omdat ik een relatie had met een man in de band en dat hielp enorm, weet je wel? En die andere waren ook niet als niet de kleinste. Nee. nee. en dan ook nog eens een keer de anderen waren als broeders, weet je wel? Ja. Die waren gewoon als uh, we waren one pack en uh, dus ik zo heb ik het altijd gevoeld in ieder geval. En uh, wat ik wel veel in de media wat ik dacht van oké, okay, weet je wel als je bijvoorbeeld dan uh, naar Amerika ging voor het eerst op tour ...er werd er gezegd de hardest chicks of metal tour. Je zou nooit de Hades man of metal tour krijgen of de most die, handsome metal. Die, 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 die bestaan metal. ook niet. Nee. <laughs> nee, niet. Ah, maar ik doe maar. Nee, ja, maar ja, 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 mijn vrouwen ja, ja. dan. Weet je, dat moest altijd mm -hmm. met seks verkocht worden, met ja, uh, ja. seksuele aspect. En ook bijvoorbeeld als je dan kinderen krijgt, dan, dan vraagt mij, Alé, wat gaat u met de kinderen doen? Weet je, wie zorgt daar nu voor? Ja. Weet je, weet je echt aan de kaak gesteld. Ik dacht van: Hoezo dan? Ik bedoel, mijn man is de allerleukste vader. Wij zijn een modern gezin. En dat was toen wij dat net hadden, was het echt zo'n omkantelpunt dat meer mannen ook voor kinderen gingen zorgen. En natuurlijk doen ze het samen als ze samen zijn, weet je wel. Maar. Het, het ja je bent wel echt neergezet als bijna een soort van je bent wel erg uh, je verwaarloost je kinderen wel heel erg weet je je bent ja. wel veel op tour hè en uh, hoe moet dat dan en uh, maar ook bijvoorbeeld uh, metal Mommy. weet je wel, op, op een cover zetten dat ik denk hoezo dan zou je ook metal daddy zetten dat doe je toch uh -huh. niet welk, welk brein nee heb je dat dan? klopt hè en dat, maar dat is wat, natuurlijk het ding jij zat ook in een, in een enorme golf ja. van, van uh, Wederom, zo dat, dat, ik heb altijd een vreselijke term gevonden, female fronted metal. Hè. Dat ik, ik ken ook geen enkele vrouw die bij een metal band zit. Die daarin zingt, die houdt van die een term. Nee. Hè? Omdat dat lijkt alsof dat een genre op zich is. Wat het niet terwijl is. Dat, dat totaal het mekaar. Nee, het is niet nee. dat jullie klinken als Hailstorm nee, of Spiritbox. Uh, of, of of, Spirit of, Spirit als, Box, of whatever. Al, Er zijn nee. keihard veel ja. bands, ja. Bluespills, alleen ja. noem het allemaal maar op. Wat ja. is dat ook allemaal? Maar er was wel een opmerkelijke golf, ook vooral in Nederland waar ineens een hele no bands opstonden ja. met een vrouw als zangeres en die ook een beetje in die symfonische hoek zaten, hoek zaten. Dat en dat blijkt wel zo een hoe zeg je dat? Soms heb je dat dat je zo'n een, een pool van hebt die allemaal tegelijkertijd ja. opstaan ja, absoluut. en waar je denkt ineens is er een scene waar er daarvoor eigenlijk niets was. Helemaal niks was nee nee inderdaad. Ja. Ik... Hoe, hoe was dat voor? Want ik, een van de eerste bands die ik me herinner nog in die stijl was The Gathering denk ik. He, met Anneke van Giesbergen. als yeah. die erbij kwam, want in het begin was dat zo wat meer mellow, death metal. Yeah. Maar daarna is dat dag geworden. En bij u, jullie waren ook een van de vroegste. He. Zo al yeah. die bands die in het begin opkwamen, epica, alleen noem het maar op. En dat is toch een, een, een moment of zo. Had je toen ook het gevoel dat je een deel uitmaakte van iets? Ja, we, we merkten wel dat we enorm veel succes hadden vanaf het begin af aan. Mm -hmm. En of course, weet het. Uh, er waren inderdaad, je had ook Theater of Tragedy, wat dan ja, in Duitsland je, heel erg groot ja, was. Ja. Dus er waren gewoon wel wat bands die al wat deden. En wij waren ook best wel succesvol in de underground op dat moment al. Uh, alleen hadden, we, hadden we gewoon andere bands net iets eerder succes. Dus dat was ook wel, bijvoorbeeld, The Gathering was net iets meer uh, met Anneke maakte een an hele andere muziek dan ze ja. eigenlijk daarvoor ja, maakten. Ja, ja, ja. En um, maar goed, uh, ja, ik denk dat we een beetje door dezelfde dingen zijn geïnspireerd ook. Het heeft ermee te maken dat wij vonden bijvoorbeeld destijds... Wat wij helemaal te gek vonden was Paradise Lost. En we ja. hadden één liedje met een opera zangeres. En dat was voor ons een, een no-brainer van wauw, wat vet. En ze hebben maar één liedje gedaan, weet je wel. En wij dachten wauw, dat is een... Uh, dat, dat, is een dat is een genre. Dat is een genre. Dit willen we meer doen, ja. ja. Maar dat was zelfs voordat ik kwam. Voor de, voor de band, voor dim stage had je The Circle. En die was al mm -hmm. sinds 1991. En die maakt dat soort muziek al. En um, wat ze, wat de combinatie die we gaaf vonden was eigenlijk Paradise Lost... in combinatie met Dead Can Dance, Clanet, Marillion. Dat soort bands, dat is hetgeen wat, wat ons geïnspireerd heeft. Ja. om Eigenlijk met een soort melting pot kreeg je op een gegeven moment... Uh, kreeg je, ja, vonden wij dan. Mm -hmm. <laughs> uh, dat was maar de bands waar we naar luisteren. Ja. En, en dat heeft ons geïnspireerd. Want wie, wie, want je had ongetwijfeld een talent al voor te zingen. Maar dat is toch straf dat je dan op een bepaald moment... In in zoiets terechtkomt, terwijl je technisch gezien had je ook in een andere... Absoluut, ja. En is er ooit een moment geweest, had het, had het er anders kunnen uitgezien hebben? Eh... Uh... Ja, het gaat er zeker wel anders uit. Ik heb daarvoor natuurlijk in een blues band gezeten. Vooral blues, met heel veel gitaarsolo's. Word ik u altijd met dood verveeld als zanger? Dan moeten ze uw uw eigen bezighouden op het podium. Met een tambourijn. Ja, naar de mensen zo zwaaien of die wel laten klappen. Al die dingen om zo niet te gaan zitten en gewoon een boek te lezen. Ja, ik nog vijf minuten. god, here we go again. En het is ook altijd dezelfde solo. Ja, ja, ja. Here we go again. Absoluut. Ja, 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 tuurlijk. En het is... Het, ja, het had ook anders kunnen aflopen. Maar ik, ik kwam Robert tegen op school. En uh, ik had een, scho een schoolband samengesteld. En hij kwam daar ook in. Mm -hmm. en... Was het een gewone school of was het een, een soort muziek op Nee, het was gewoon een, een, uh, was een uh, hij deed Meo en ik deed mode en kleding en dat was ja. ook uh, iets een of andere. Ja, want jij zit ook afgestudeerd als, als, ga ook ga kledingontwerper? Nou, nee, Ik ik heb uh, mode management gedaan, maar ik heb wel een vooropleiding gedaan voor eventueel um, om, om ontwerps te kunnen worden, bij wijze van spreken. Maar uh, uiteindelijk heb ik voor management gekozen omdat er geen banen waren op dat moment. Dus ik dacht, laat ik slim zijn, ik ga gewoon de managementkant op en dan kan ik misschien toch nog wel ooit keer wat Leuks ontwerpen, maar dat, dat is een zijtak. <laughs> uh, nu niet over hebben, <laughs> maar goed. Ja, we, kwamen, we kwamen elkaar tegen op bij de school bent en elke keer als ik ergens was, was hij er ook en op een gegeven moment viel het kwart. Hij vindt me leuk, dus maar goed. Um... Ja, met dit uh, muziekstel. Uh, hij introduceerde me eigenlijk meer in de death metal, wat ik nog nooit van gehoord had. Ja, ik had wel eens keer eerder gehoord bij een paar vrienden, maar nooit zo uitgebreid. als dus Robert het leuk vond. Mm. En die had zoiets van ja, ik heb naar de hardste band geluisterd in de death metal. Nu wil ik wat meer. Maar had, weet je, wat, was de volgende stap was eigenlijk meer stroming met, met, met meer melodie gecombineerd. Mm. En dan krijg je Paradise Lost en dan krijg je al die bandjes die erna kwamen. Ja. Met meer melodie. En of course, uh, weet je het? Corvus was een van de grootste bands in Nederland op dat moment. Ook een en hele grote Chris band. de Koeier. Ja ja, 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 absoluut. Hele goede band. Uh, ja. Dus, uh, maar goed. Daar werd ik toen, toen pas mee geïntroduceerd. Mijn ouders hielden van allerlei soorten muziek. Maar vooral symfonie muziek. En, uh, maar ook van die purple. En daar ben ik mee opgegroeid als, als meisje. Dus ik, mijn palet was best wel breed. Van wat ik gehoord had als kind. En toen kwam hij nog met een nieuw kleurtje erbij. En dat vond ik wel gaaf. Iets stevigs sprak me enorm aan. En, uh, maar hij had dus al een band... En uiteindelijk kwam de zangeres niet op dagen voor de studioopname en toen werd ik gevraagd van wil jij dan zingen? Ik had die nummers al lang ingestudeerd. want Ik wilde dat heel graag. Ik vond ze zo vet. Ik vond de stijl heel gaaf, heel dromerig en uh, dat doom metal dat sprak me enorm aan. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk ja, werd hij de band uitgegooid van de Circle en het stond opeens mijn, liedje, mijn zang stond daarop. En uh, toen ben ik, ik zei ik, ja, maar als je mijn vriend eruit gooit, dan kan ik niet blijven. Dus toen zijn we samen met okay. wat een temptation begonnen. Adam, adam, adam. Sorry, Dat is een kerstkomst vooral. Ook, ja. ook zo grappig dat, dat al dat soort heroïsche verhalen dan een zanger is die niet komt opdagen. Dat gebeurt nooit. Wat doet hij nu? Ik wil al weten wat hij nu doet. Ja, hmm. ik denk dat ze nog steeds wel zingt, maar niet, ja, niet iets wat ik. Uh, nou, niet dat is niet uh, in within uh, temptation. Nee, dat is nee, degene nee, die nee, altijd, zo, oh, altijd op café oh, dat oh, moet horen. Zo. Ja, zo. Ja. Ja, nou, ik heb uh, eigenlijk uh, nee. eerst bij uh, het begin van Within Temptation gezongen. Ja, 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 ja. Come on, come uh, on. Iris, Schokken gewoon uh, yeah. zitten. Uh, shut up. Yeah, vertel yeah. Het, en, nog, en, vertel en, het nog eens, En let die bluesgitaristen een solo spelen. Come on. <laughs> oh, nee, nee, dat is best wel zij kon onwijs goed zingen. Ze kan mm -hmm. heel goed zingen. Dus Jij ze... ook, by the way. Ja, ik kan en... ook goed zingen. Ja? Maar, ja, maar zij was ook echt wel heel goed. Nee, goed maar ik ga toch nog eens even, uh, luid op zeggen. Want ik heb jullie gezien op de Lokerse feesten afgelopen oh zomer. was uh, een hele dag daar, oude mannen, nostalgie voor Biohazard. Oh, cool. Maar ik had ook wel zoiets van: ja, ik, heb die nog nooit, ik had jullie nog nooit live gezien, al wel veel gehoord en, ja, en al, maar gewoon nog ja. nooit in t echt gezien. En ik moet wel zeggen dat ik echt achterover viel: van hoe goed dat jij zingt, dat dat echt waanzin was, dat de, hoe onwaarschijnlijk haarscherp dat, dat is. En dan las ik ergens, klopt dat of klopt dat niet, dat jij nooit eigenlijk training hebt gehad om te nee. leren zingen? Nee, ik heb het wel een paar keer geprobeerd. In die zin van, maar ik begreep nooit ze zeiden, ja, vanuit je buik buik zingen. Ik denk van hoe dan? Weet je wel? Hm? dan ik, ik snapte nooit de techniek, ik, snap, ik snapte er gewoon echt niks van. En, uh, maar, maar doe dus, je daar niet van nature uit? Dat kan toch bijna niet. Dat, anders. Dat, dat, dat klopt ook. Ja. En ze zeiden ook tegen mij allemaal afzonderlijk van elkaar, van, oh, even kijken wat je range is. Oh, dat gaat nog best wel ver. Nou ja, oké. Okay. Maar uh, je stem, heb je last van je stemband? Nee. Oké, okay, maar ja, dan zijn er meerdere wegen naar Rome. Weet je wel, dus de manier dat je het zolang je dat niet hebt, dan is er niks aan de hand en hou het gewoon in gedachten. Uh, het enige wat ik wel heb moeten leren is uh, mezelf mijn eigen stembanden opwarmen, want dat heb ik nooit gedaan en dat is wel heel belangrijk. Want het is ja. gewoon een spier, net zoals als je gaat trainen, hardlopen, mm -hmm. kan je ook niet meteen gaan volop gaan rennen, dan moet je eerst opwarmen en dat geldt ook voor je stembanden, maar dat heb ik echt via de slechte manier moeten leren. Dat ik ook wel eens mijn stem ben kwijtgeraakt. <coughs> Dat en, en dat is ook hetgeen om, 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 om zanger of zangeres te zijn in een band. Dat is altijd de ellende. Het is nooit cool, hè? Als je zo de drummer zo wat op zijn pads bezig ziet. en de ja, gitarist ja, ja. is wat aan het rondlopen. en zijn ja, ja. hand wat aan het ja, ja. losspelen. En jij <laughs> loopt er. <laughs> ja, of, je doet een traine, of, of een ja, ja, trein je. of je in een ambulance. Of wat bubbelen in een glas water. Nee. En zo al dat gedoe. Je, je loopt altijd rond nee, en iedereen en altijd, denkt. Je loopt altijd voor verloren. Wie is die ja, een idioot bij ja, ja. die band? <laughs> zo, ik had dat zelfs gemerkt eens een keer. Dat wij zo, ik denk dat wij op Graspop stonden ja. en Iron Maiden speelde daar ook. En, ja. en ik kom voorbij zo'n plastiek Dixie's toilet. En ik hoor zo... Het ah, 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 toilet komen. En ik denk, ah, Bruce Dickinson yeah. stond hier ook op de toilet <laughs> En dat is gewoon nooit cool, hè. Nooit dat is cool, nooit cool. Een nee. van de beste dat ik wel heb meegemaakt, dat was, dat was Rob Flynn van, van Machine Head, die yeah. dat dan toen was, ook op toilet. Oh, die stond zo... En die komt uit de wc en ik zeg tegen hem: If that's what you sound like when you're taking a piss, I would hate to hear you take a shit. Negen <laughs> dagen is geweldig. Was, en daar moest hij je wel heel hard mee lachen dat ik denk: Ja, dat, dat, dat blijft zo iets raar in een zanger die het ja. opwarmt. Nou, ik moet zeggen: op de wc doe ik het ook vaak, hoor, op ja. die manier. Want het is dan toch wel klinkt ook goed. Het klinkt he? goede akoestiek. Ja. Is perfect. Dan, ja. dan uh, lekker een beetje een beetje ambiance. Ja, dan heb je ja. direct die, die natuurlijke ja. reverb die je eigenlijk al mee krijgt van te zien. Denk die kennen we ook eens, gehad. Die, die ken jij ook heel goed. Jasper Steverlink. Mm -hmm. Mm -hmm. Jasper Steverlink is ook... Uh, dat weet ik dat we ook eens stonden en dat die in, in een aparte ruimte zat. Maar die is zo luid dat het eigenlijk niet uitmaakt. Mm -hmm. Die konden echt overal horen. En dan hadden ook, want ik vind wel, als je iemand hoort opwarmen, zo nakt, ja. dan hoorde wel echt... Wie dat de goede zangers zijn. Ja. Mm -hmm. Nou ja, en dat is ook best wel scary. Want vaak heb je van die uh, backstages dan bijvoorbeeld, waar dan geen dak op zit. Dus iedereen ja. heeft gewoon een hokje. Dus daar is het in te zingen, denk je, Jee, moet ik het nou echt doen? Nou, nu, nou, nu, nou, nu, nou, nu. Oké, met heel zachtjes dan, weet je. En dan ga ik toch maar weer naar de wc. Ja, <laughs> dat gaat we, we even weg, hè, dat Wat ik ook wel doe, dat, dat was een truc bij mij altijd van zo'n mm. oordoppen in te doen. Zodat dat voor mij stiller klinkt. En ja, dat is alleen ja. maar vervelend voor, voor iedereen. Andere, anders. Ja, ja, en dan kan je een beetje afsluiten. <laughs> Ja, ja, dan kun je ja. zo even in uw eigen kop gewoon zitten. Zo. Um, wat ik altijd, uh, omdat we nog even over dat, over dat oude, het, het, het eerste deel bezig zijn. Heel veel grote bands, want jullie zijn een grote band, dus niet alleen de metal band, maar gewoon een zeer grote overall band. Heel veel grote bands hebben eigenlijk zelden een, 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 oei, een soort underground verleden. Uh, veel bands komen uit de pop en dat is toch anders. Hoe is het eigenlijk om zo tussen de, de grote acts en dan bedoel ik het over de platina verkopende hitsparade mm -hmm. bands te zitten en dan toch dat underground verleden te hebben? Merk je soms verschillen? Uh, Oeh, dat is een goede vraag. Heb ik nooit zo over nagedacht, maar ik denk hoor um, nou, je merkt wel dat je een andere dat jij uit een andere hoek muziek maakt. Dat dat wel. Maar ja. nee, dat ja, nee. Het is een hele goede vraag, maar ik heb er geen antwoord op. <laughs> ja, misschien goed. voelt dat wel gewoon... Dat, dat is het, het ding dat je wel altijd merkt bij bands die uit een underground komen. Is dat die zo'n soort... Mm. Hoe zeg je dat? Die hebben altijd zo die bijna DIY-achtige punkweg afgelegd. Ja, ja, ja. Waardoor als nou, die dan in dat groot machine terechtkomen... Kom, ja. Dat je toch de neiging hebt om eigenzinniger te zijn. Te zijn of te blijven. Hè? Dat ben je ook, want anders ja. kom je daar niet. En ja. wat, wat is misschien het verschil dan wel? Wat, je, wat misschien zit het tot antwoord ook wel, is dat je, we hebben er echt wel voor moeten werken. Het is niet vanzelf gekomen. We zijn niet van één dag op het andere moment bekend geworden. We hebben, en zelfs toen we uh, zelfs hits kregen daarna, is het ook nog dat weer overleven, is ook heel moeilijk. Want dan is het van ja, doe maar een keer, kom maar eens uh, over het feit dat je Mad Earth, weet je, dat album was zo groot mm -hmm. voor ons. Uh, dat het, het album daarna was het echt de zwaarste periode, de meest zwarte periode om muziek te schrijven. Het was echt heel zwaar. Het was zes weken lang. hebben in onszelf opgesloten. De studio was ook heel dommer, moet ik zeggen. In de meest donkere studio, waar geen daglicht was. In uh, Schiedam, wat best wel een niet zo'n hele vrolijke stad is. Ja, dat is mooi gezegd. Gez je ja. ge 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 hebt u mooi gecorrigeerd, maar ik ben ook al in Schiedam <laughs> ja. geweest. Ik weet exact wat je bedoelt. Ja. ja, ja. En um, nou, dan, dan word je daar wel... Dat was, niet, dat was niet positief. We gingen daar om half negen naar binnen. En elf uur s'avonds kwamen we naar buiten. En dat hebben we zes weken lang volgehouden. Zeven dagen per week. En toen tot onze, uh, onze producer zei... Hey, Jullie doen het helemaal verkeerd. Ik dus zou je wel iets eerder moeten zeggen. <laughs> maar, maar die zeiden, nee, je moet breaks nemen. Dus uh, een goede lunch, even eruit, de stad zien, even over iets anders praten. En weer geïnspireerd terugkomen. En dan even goed luisteren wat je gedaan hebt. En dat is de beste tip die ik kan geven aan, aan mensen die aan het schrijven zijn. Je gaat niet negen uur stoppen aan werk. Je moet gewoon uh, na twee uur je je stoppen, even een break houden, lekker gaan lunchen. En men, mensen spreken, andere dingen doen. En dan weer terugkomen na een, anderhalf uur. Mm -hmm. Dan kijk je wat je geschreven hebt, of het te gek is, of helemaal echt een completely crap, wat uh, vaak het geval is. Maar dan, ja, en dan vandaar weer verder bouwen. Maar De niet... vaak gaat zo van oh. die momenten dat je denkt, this is brilliant. Ja, en dan ja. zo een uur ja, ja. later, ja. what the fuck was dat? Ja. What was I thinking? Ja, ja inderdaad. En, maar daar hebben we wel van moeten leren. En dat was wel, maar het was gewoon ook omdat we, en, en dat die plaat is heel goed ontvangen de Silent mm -hmm. Forest, maar als je het vergelijkt met Mother and Earth en de Silent Forest, dat is de zon is Mother Earth, vrij licht toch nog wel ergens en de Silent Forest is echt heel duister, ja. vind ik nog steeds. Was dat wel zo als je, als je, uh, want dat is allemaal goed en wel een uh, mainstream succes en zo, maar iedereen heeft er een mening over, maar weinigen kunnen er echt over oordelen omdat je het moet gehad hebben toen dat je er zat, hè, want je zegt dat is een moeilijke periode. voelden jullie wel allemaal aan van, ja dat is allemaal leuk die roots... Maar dit is wel wat we willen doen. Dit is echt de band. We zijn, we zijn geen ja, death metal, gothic, whatever ding. Omdat je op het moment weet je dat die deur ook dicht is. Hè. Je kan ja, eigenlijk niet meer terug. Nee, dat is waar. Uh, maar ook dat je denkt van. Um, nou, niet zozeer dat je dit is. We, we hebben voornamelijk gedacht: dit zijn. Wat wij zijn, is wat, we wat we doen, is wat we zijn. En we, we hebben als consult. Um, aangepast, in de zin van dat er kwamen natuurlijk elke keer nieuwe bands en met nieuwe sounds. En dat probeert ons elke keer wel aan te passen aan de tijd waar we in zaten, om niet gedateerd te klinken. Dat mm. was voornamelijk... Ja. En, maar wel dicht bij onszelf te blijven. Ook al vonden mensen dat we ontzettende sell out waren, want dat werden we gewoon genoemd. Nadat we het succes hadden gehad met Mother Earth. Um, ja, en ook met, met The Silent Force. Maar we werden ook weer ontarmd, maar ook wel dus door mensen die toch wel van stevige muziek hielden. En we hebben wel altijd... De stevige muziek altijd in ons hart gedragen en uitgedragen, naar mijn, mijn idee. Maar we, we waren nooit een death metal band. En dat zijn we ook nooit, zullen we ook nooit worden. Weet je, we zijn, je kan, uh, er is zoveel variatie in de metal. En wij zijn gewoon een vrij, wij houden van melodie en we houden van, uh, nou ja, gewoon echte liedjes. Ja, want dat is wel heel duidelijk, vind ik ook. Uh, toen ik jullie live zag en ook de nummers die ik van jullie ken, zeker de grote singles, maar alles eigenlijk. Als je ook naar de nieuwe plaat luistert, er. er de songs staan wel altijd centraal. Jullie, ja. jullie schrijven eigenlijk bijna popsongs met heel heavy muziek. Ja, erachter. Nou, dat klopt. Want het zijn, het ja. zijn eigenlijk gewoon hele ja, sterke melodielijnen met, met, met zware gitaren. En dat vind ik zelf het leukste. Want ik vind um, ja, melodie maakt voor mij wel hetgene wat ik gek vind. Maar ik, vind, ik zou het ook niet gaaf vinden als het alleen maar melodieën zijn. En zonder die heaviness. Weet ja. Ik vind die, die, dat, dat, die combinatie voor mij is magie. Die crossover. En dus popmuziek is voor mij ja, niet interessant, maar te zware metal, waar alleen maar geschreeuwd wordt, uh, wat ik begrijp dat mensen echt heel gaaf kunnen, en dat kan ik zelf ook best wel waarderen. Maar tot een zekere hoogte wil ik toch graag weer dat die twee werelden elkaar verenigen. En dat komt dan terug bij mij, voor mij in Badim Station. En dat... kies jij je, je, ook die, goed. want jullie hebben ook een, een, een enorm eclectisch gezelschap aan guestzangers uh, guest en zangeressen gehad. Kies jij die zelf? <coughs> um, ja die kiezen we zeker want zelf want mm. tot papa roach tot Jasper Steverlink dat het is uh, vrij gevarieerd mina <laughs> Caputo dat is ja, dat ja. de betere spreidstand. Ja. Ja, ja nou absoluut en ik maar waar, waar wat, wat ik al eerder zei we zijn heel dicht bij onszelf gebleven in de zin van we hebben alleen maar mensen genomen die wij echt zelf te gek vonden en gelukkig ook ja zeiden want het zijn ook wel mensen die nee hebben gezegd en, uh, maar we hadden gewoon best wel vaak geluk dat mensen ons zeiden, nou Waarom niet? Weet ja. je wel? Maar als je exhibit kiest, wat, wat gaat er dan? Dat wil ik dan wel weten. Nou, we wilden een soort net zoals Run DMC een crossover maken met uh, wat zij deden met Aerosmith destijds. Ja, ja, ja. Dat vond ik vonden te gek toen we een beetje opgroeiden. Vond het zo'n vette combinatie. En ja. crossovers is gewoon echt magie, naar mijn mening. Het nou, gaat ook zo Anthrax en Public Enemy. Ja, zo met Bring ja, was, the Noise. Zo ja, gaat, oh, gaat dat zo, super vet. Het echt een moment gaat dat ja, daar veel ja, gebeurde. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. En toen was heel, dat, is de tijd dat wij opgroeiden. Hmm. Dus wij hadden dus, waarom doen we dat niet een keer? Weet je wel, kunnen we ook. Weet je al, ja, uh, exhibit vragen die toch echt zijn eigen genre op zich is. Uh, en dan met onze muziek. <coughs> en ik denk dat het super gelukt is. Um, en ja. we is gewoon echt een heel vet liedje geworden. En we hebben, hij, is een, hij is de enige geweest die zijn eigen tekst geschreven heeft. Want we hebben vaak aan, voorgesteld aan mensen: nou, wil je dan je eigen tekst schrijven? We hebben een tekst, die heb ik al helemaal klaar. En maar mocht je je eigen inbreng willen doen, prima. En hij was de enige. Maar ja, ik kan ook geen rap schrijven natuurlijk. Ja. Dus het, uh, maar dat deed hij zo met zoveel. Dat zou ook wel grappig zijn als je, zo als echt ik van, die, je van die slechte rap en dat je daar dichtzo moet. Wel een hip, hop, hop. De, him de de, him -de, de him, dat je zo denkt, wat? Alleen niet dat jij dat zou schrijven, maar, nee, nee, maar je weet wat je ik bedoel. Idee. Er is ja. toch ook zoiets voor te zeggen dat je denkt, ja, als je een hiphopper laat meedoen, die moet daar zijn ding mee doen. Hè? Dat Absoluut. kan dan al niet. Ja, maar die heeft zijn eigen signaturen, ja. weet je. Ja. Dus het uh, is gewoon belangrijk dat hij zijn eigen, ja, zijn eigen ding kan doen überhaupt. Ja. Hoe voel je dan? Want ik vind dat wel, ik bedoel als je. Ik bedoel, als je me even instance op toegaat, dat, dat is ook super cool. Maar dan kan je zeggen dat zit wat in. De, hetzelfde in, zelfde van. Ja, van. Ja, genre, ja, ja Ik bedoel, ik denk ja. ook als je dan praat met elkaar dat er veel. Maar het moment dat je er dan met Exhibit in die studio zit, dat kan toch niet dat jullie naar elkaar kijken van. Hoe zijn we hier weer beland? <laughs> <laughs> nou, ik vond het ook heel leuk dat hij er ook voor open stond. Ja, nou hij had, had blijkbaar al meerdere uh, samenwerkingen aangegaan met uh, wat andere muziekgenres. En ik vond het gewoon, wij vonden het programma Pimp, maar wij natuurlijk ook helemaal de bom. Ja, en ja, 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 en ja, ja. we houden van auto's. God, dat hebben wij veel gezien. Okay. Ja, ja, ja. Jullie, oh, jullie houden ook van auto's? Ja, we hebben hele oude auto's gehad. In ieder geval, Robert is de grootste liefhebber. Maar ik rijde graag, zit graag naast hem in zo'n leuke oude auto. Wat hebben jullie? Uber hebben, hebben we al gehad. Uh, is dat een. Uh, uh, even kijken, Fort Ford Cougar is dat? Ford Cougar? Ford Cougar. Oké, okay, cool. <laughs> ja, een hele oude bak, <laughs> maar het was echt een super vette oude bak. <laughs> Ik hoorde nu ja, iets heel fouty een... met een eigen ja, kop. Een ja. ja, <laughs> Cougar in een Cougar. Uh. <laughs> Sorry, dat gaan we nooit meer doen. Een Mercury Cougar. Ja, cool hem, auto. Maar dat zijn van die muscle cars, van die oude Amerikaanse... jullie hebben dat thuis? Jullie hadden that we. En ligt jij ja. er dan ook onder? Uh, nah, nee. <laughs> uh, nee, we, we sleutelen het niet zelf aan. Nee, nee dat, uh, hij was al helemaal opgeknapt. We hem um, volgens mij overgenomen van uh, Dennis Wening destijds die ah, in Nederland. De, ja, ja. Ja. Mm -hmm. En die houdt ook van auto's. Dus dat is allemaal dingen die we dan weer mensen die we hem tegenkomen dat supervet is. Mm. Ja. Dus, uh... oh, dat, zijn, dat zijn coole auto's, vind ik. Ja, absoluut. Ook zo van die, van die oude Dodges en zo. En ja, zo. Dat, oh, soort, dat zijn echt ja. heel, heel grave auto's. Ja, we hebben ook hele coole bussen gehad. Maar allemaal Amerikaanse makelij, want het er gewoon heel cool uitziet. Maar ja, enorm vervuilers natuurlijk. Dus uiteindelijk rijden we nou in een hele <laughs> verantwoorde auto. <laughs> ja, het doet pijn in mijn hart soms, hoor. Hebben jullie er toch zo'n zo, zo zielige racestreep over getrokken, uh... om het er toch nog wat cooler te laten uitzien? Nee, nee wel groot velgen, dat wel. Ah, okay. Okay. En zo twee van die plusje dubbelstemmen We zijn nog altijd rock okay, and roll. Maar oh, die hingen in die doortje wel trouwens. Natuurlijk, ah, ja, tuurlijk. Die horen daar thuis. Ja. Dat, dat kan bijna nou niet ja. anders. Um... Ik, ik wou wel eens een keer weten, omdat jullie zijn al jarenlang uh, in de meeste gevallen een headliner. of jullie staan heel hoog op de affiche altijd. Jullie doen zeker geen tours meer in iemand zijn voorprogramma. maar je hebt Iron wel Maiden. eens een, uh, ja, een uitzondering nog, ja. gemaakt. Hoe was dat eigenlijk om met die band te toeren? Heb je dan ook een gevoel van. oh ja, er zijn nog niveaus van waanzin bij bands. Zo, van wij hebben al een waanzinnige fanbase. Maar ja, Iron Maiden, dat is ja, that's that's next ja maar dat is next level gewoon ja. Ja, so je hebt altijd een, 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 een we zijn met uh, in Amerika doen we het best goed maar niet zoals zij zij staan echt in alle grootste arena's ja. en uh, toen ze ons vroegen ja, uh, ja de jongens in de band zijn echt mega fan dus maar ja. echt ultra fan hebben een 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 hebben coverband uh, akoestisch. Ja. En uh, nou ja, dat is super vet. Dus, uh, en Steve Harris is zelfs een paar keer geweest kijken bij ze. In het verleden al. En we hebben 15 jaar geleden al meerdere keren bij hun in het voorprogramma gestaan. En ja, daar is dus gewoon een soort band ontstaan. Hij vindt gewoon bepaalde bands leuk. En die vraagt hem meerdere keren mee. En hij zei: Van joh, wil je zes weken mee naar Amerika? Ik zei: Nou, zes weken. Het is wel heel lang van huis. Dus het werd drie weken. En het was gewoon te gek. Want, uh... Hoe cool is dat? Dat jij een leven hebt. Eh? Als je dat zo tegen de jonge Sharon had kunnen zeggen, is dus het ietsje zo op puurschouw zeggen. Zeg, aan een vraagt of dat je zes weken mee op tour, oh, dat is nou wel lang hè. is drie ja. weken te <laughs> Ik weet dat ze fans zijn van Are Denken. Ja, zo. Are you crazy? Oh, ja. <laughs> dat is nog drie weken meer. Why? Ja, ja. ja. <laughs> nou, Amerika is erg groot en de afstanden zijn enorm. Mm -hmm. En ja, dat, het, het wel, uh, ja, het is ook wel, ja, het is ook wel intens, hoor, zoiets. Ja. En uh, dus we hadden zoiets van drie weken is meer dan genoeg. En, uh, en, maar het was wel echt heel leuk. Echt, ja. want Steve Herber stond elke avond op ons podium te kijken naar onze show. En dan had je dan onze keer staan. En dan stond hij met zijn ogen zo erboven te kijken. Dus van, uh, <laughs> wat gaan ze nu weer zeggen tegen het publiek? Want ja, de ene keer als je een Oekraïense vlag tevoorschijn haalde. kregen we oh, boe, boe. En dan, en dan ging ik een praatje houden. En dan hoorde hij toch wel, ja, toch wel goed. klap klap, klap. En dan <laughs> Toch dan ja, goed. Ja, ja, ja oké okay dan. Oké. Okay. <laughs> Zo, inderdaad. Dus het was, ja, en, en, en naar de hand kwam hij dan naartoe toe van... Uh, hey, great show, great show. En dan stond hij altijd klaar om een high five te geven. En één show was er niet bij. En toen zei hij van... Sorry guys, I wasn't there yesterday. But I had, I, had, I had some friends over. En wij zo... Ja, uh, no brainer. Ja. Dat jij... Hoezo dan, weet je wel? Zo, ja, hij... Zomaar boos worden ook. Ja, Steve. We hadden wel meer um, verwacht. Ja. <laughs> en één keer dat ik te vroeg van het podium afkwam. Maar toen... Uh, we hadden wat technische problemen. Hij zei... That was ten minutes short. Why? Ja, ja. I paid for you guys for to play. Uh, um, uh. No, sorry, Steve. <laughs> <laughs> ja, dus daar, daar, daar ja, dan moest je even slikken. Ik denk, oh, meent hij dat nou serieus? Maar hij meent het echt serieus. Van, ja. Waarom? Waarom? Dus even, 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 even op matje komen. Tien minuten kort speelt, wat was er aan de hand? Ja. Uh, ook, hoe neem je daar zelf mee? Want dat is dat is een combinatie van mm. hoffelijk, mm -hmm. uh, een, een grote, een, een grote mens zijn. Ja. Maar. Is dat, iets, is dat de reden dat je er ook mee klikt, omdat je dat waarschijnlijk met Within Temptation ook doet, omdat er ook voorprogramma's zijn? Uh, ja, dat zeker. Maar wat ik vooral van hem zo, waarom ik het idee heb dat wij zo klikken, waarom we hem zo tof vinden, is dat hij is zo verliefd op muziek, mm. dat, kan je, dat kan je niet geloven. Hij, als hij niet toert met RMA, dan toert hij met uh, British Lion. Ja. En als hij daar niet mee toert, dan gaat hij met zijn zo mee met Raven Age, weet je wel? Mm. Ik denk. En je vrouw dan? Uh, denk ik, oh, die zie je ooit toch wel eens, weet je wel? En je hebt nog heel veel andere kinderen. Ja, ja, nee, maar ik ga vanavond ga ik lekker mee de bus in. Ik denk, oké. Okay. Ja. Die man is, die heeft zoveel energie. En die is zo geïnteresseerd in muziek. Die ademt het, die eet het, die... Uh, ja. Zijn Alles. jullie eigenlijk even streng voor uw voorprogramma's als dat hij toen op dat moment voor jullie was? Hebben jullie de neiging om wel te zeggen, je bent hier over tijd gegaan of je hebt te weinig, Want over tijd is altijd nog ja. vervelender ja. natuurlijk. Ja, tekort vind ik nooit erg. Maar nee. ik vind over de tijd heen ja. gaan, dan breng je ons mee in het probleem. En ja, ja. Dan, ja dat zou ik niet tof vinden. Nee. En het is ook wel eens gebeurd, en dan moet je mensen wel eventjes ja, de grenzen aangeven. En natuurlijk begrijp je dat er omstandigheden kunnen zijn waarom ze er overheen zijn gegaan. Maar dat moet gewoon altijd overlegd worden. Ja. En dan kunnen wij ja of nee zeggen natuurlijk. Ja. Maar mag je zijn, dat is, ja, dat, ik heb dat wel gemerkt met alle bands waar wij ooit mee getoerd hebben als wij een voorprogramma. Dat is iets waar niemand ooit van houdt. Hè? Iemand nee, nee, die nee, zo nee, talang lang nee. speelt of dit of dat. Ja, exact. Maar ja. je wordt ook wel door de crew vaak van het hoofdprogramma. Uh, word je ook wel een beetje zo op je plek geweest. En mm -hmm. ik moet zeggen, dat gebeurde, moest echt wel eigenlijk. Kijk, Steve was al, die vond ons al heel leuk. Maar zijn crew, die moest je echt bewerken en dan even hey en dan uh, I brought you a coke uh, mm -hmm. ik had dit en dan even een leuk praatje maken in de hoop dat ze je dan ook wel want ze, mm -hmm. wel? eerst <laughs> eerst word je echt je de Death, death Star was uh, everywhere mm -hmm. en, uh, maar uiteindelijk gingen we echt bijna weet je al ging met high five en de podium af met al die groenen. dat was tof yeah. uiteindelijk begreep ze dat we niet daar de boel waren om daar om de boel over te nemen of uh, weet je wel... Een, uh, de show te stelen helemaal die kan ook helemaal niet natuurlijk want are made in... Are legendary. maar meer zo van dat je ...op een of andere manier moeilijk zou zijn als band, weet je wel. Dus het, um, ja, je moet dan bewijzen dat je, dat je ook dat je begrijpt wat je plek is. En dat wisten we heel goed. Is dat niet moeilijk, uh, langs de ene kant ook wel? Omdat je dat in 99% van de gevallen is dat een emotie dat je niet meer... Dat zit niet meer van, van voor in je, in je zak, hè? Nee. Ik bedoel, overal waar je komt, is het anders. Ja, absoluut. Helpt dat? Is dat soms een leuke reminder? Of is dat gewoon een motivatie? Wat is dat? Uh... Het is voor mij eigenlijk van een goede motivatie. Want ik denk altijd van. Oh ja, weet je, het is gewoon goed om ook wel een keer weer te landen. Dat je niet alleen maar, weet je, dat je de hoofdprogramma bent. Of dat je. Uh... De, het, ja, gewoon je eigen tour doet. En dat je een voorprogramma. Dat je ook weer even weet. van hoe het is als voorprogramma. om dat te zijn. En we werden best wel kort gehouden. Zou ik je vertellen? <laughs> echt. Ja. Uh, daar mag je komen. Daar mag je absoluut niet komen. Uh, dat is de lijn. Wanneer je, waar je binnen mag uh, bewegen. Maar we hebben meer vrijheid gehad. Dan, al, dan de meeste bands. die in het voorprogramma hebben gestaan. We hebben site gehad, wat normaal gesproken echt nooit mag. Je mag geen eigen show doen. Niks. Mm -hmm. Maar bij hen mochten we dus wel een QR-code neerzetten. Van, nou, mocht je het leuk vinden? <laughs> ja, ja. <laughs> en dat vond ik heel tof. We dat... are available ja, 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 for children's ja, 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 ja. parties. Ja. Weddings and... En uh... <laughs> bar mitzvahs. Ja. Ja, ja. Ja. Dus het was heel tof. En ja, zij gaven ons ook wel, de, wel iets meer ruimte dan, dan ze normaal gesproken deden. En dat vond ik ook heel tof. Dus, ja, ja. Want het klinkt eigenlijk ook altijd mooi, hè? zo om op tour gaan met een hele, een hele grote band. Ja. Want uiteraard, zo bands als Metallica en, en Iron Maiden, waar wel de twee allergrootste zijn, denk ik, die nemen heel vaak ook bands mee die op zichzelf al uh, hebben, ja. heel veel gedaan hebben. Maar dat is, soms is dat toch ook een klein beetje een vergiftigd geschenk, want het is ja, niet absoluut. altijd even leuk om voor ander, een andere een band met een gigantische fanatieke nee, fanschade nee, nee. te ja, gaan spelen. Ja. Nee, dat is waar. We hebben een paar keer geluk gehad met Metallica, want daar hebben we ook mm -hmm. voor geopend in het verleden. Ja. In, bijvoorbeeld in, de, in, uh, in Frankrijk was het een hel. Ja. Was echt een helm voor Metallica te spelen, omdat ze gewoon echt super vrouwenvriendelijk waren. Oké. Okay. Metallica zelf op de fans. Nee, nee, de fans. Ah, okay, Metallica ik was super tof. Nee, we ja, hem ja. nog even hallo zeggen voor ja, de show. natuurlijk. Ja. Maar nee, de fans. Ik, die... ik ben mijn hart brak bijna. Ik ben een grote nee, Metallica fan. Nee nee nee, 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 okay, nee, 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 en um, Hi, I really uh, love you, guys. <laughs> <That's from me. laughs> Nou, We hadden een boodschap yeah, 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 yeah. Voor, van, van, uh, van uh, Steve Harris voor hem. Dus daarom kwam hij ook even extra even een babbeltje maken. Uh -huh. Die kennen elkaar natuurlijk, uiteraard ook. Maar goed, um, mm -hmm. maar in bijvoorbeeld in Madrid speelde op een festival. En dat ging als een trein voor de Metallica-fans. Ja. En toen was het weer heel tof. Dus het is ook wel een beetje: weet je wat voor status heb je zelf in een bepaald land? Hmm. En dat was in Frankrijk toen nog veel kleiner. En mensen hadden echt van ja, pff, weet je wel, uh, opzouten. We willen alleen maar Metallica ja. zien, wie zijn jullie. En in, in Spanje hadden we net een Semi-Grand, dat was een enorme hit daar. Dus heel publiek. Ja, 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 ja. ja. <laughs> en dan, dan komt er toch ook nog een beetje met zo'n gevoel van, van het podium: Van, we weten waarom we hier staan. Ja. Nee, want ja. anders worden ze zo echt gereduceerd tot, tot dat een, voorprogramma ja, ook, inderdaad. waar je ook helemaal geen zin meer in hebt als nee. je zelf al grote zalen uitverkoopt, ja, dan ja, denk je helemaal come on, we're better than this, ja. Zo, ja, ja. ja, en maar aan de andere kant, weet je, het blijft ook goed om dit, want je kan altijd weer hartjes winnen. Dus ik vind mm het -hmm. altijd wel altijd weer een uitdaging, weet je wel, Ik hou van die posi underdog uh, positie die we echt wel jaren gehad hebben, dat mensen dachten van ja, maar weet je, dat is een one day fly, bla bla, en altijd een beetje downplayen wat we mm -hmm. deden. En dan had ik alles. Van nou, weet je maar? Kijk, ben jij immuun voor kritiek uh, tot een zekere hoogte? Als het uh, kijk, ik weet ook wel wanneer ik fout gemaakt heb, of misschien net uh, een keer wat minder goede, goede dag gehad of zo, of dat de band minder goede dag of minder interactie. Maar we hebben ook wel schatten. We dat ik vertelde toevallig ergens anders vandaag ook. Is dat uh, we stonden op Pukken en dan kregen we een recensie. En die klopte gewoon niet. Mensen hadden gewoon een hele andere setlist uh, geschreven dan dat we gespeeld hadden. Dus die waren er gewoon niet geweest. Ja. En dan ook de band neerzamen van wat een ontzettende bla bla band. En, ja, ja, ja. en dat deed wel pijn. Want je dan, dat is namelijk destijds, was, dat is twintig jaar geleden. Toen kon je dat niet zo gauw weer leggen. Maar we hadden wel het idee, mensen luisteren beter naar zo'n recensie. Toen de tijd mm -hmm. nog, die, toen werden ze nog echt gelezen. Ja, ja. <laughs> ja, <inderdaad. laughs> ja, en nu gaan mensen. ja weet je wel. Dus, ja. uh, dus dat deed pijn. En dat momentje namelijk, we hadden zelf het idee, was echt te gek als show. Mensen deden echt supergoed mee, we hadden een leuke interactie en dan neergezet te worden als een soort van, uh, ja, weet je wel, theatrale, ja, uh, yeah, one day fly. Ik weet niet wat ze allemaal schreven, maar ook een setlist die gewoon niet klopte, dat wij wisten, oh, ze waren er niet eens, weet je wel. Maar ja. dan ook een band nog even wel op die manier, ja, neerhalen want, was niet leuk. Want het is natuurlijk een artistieke, ja, uh, uh, yeah, een soort artistieke recensie dan, maar je daarnet tussen de, ja, langs je neus weg zijn, ja. Als je in Amerika staat en er is een Oekraïense vlag boven. Ja. Ik bedoel, je bent slim genoeg om te weten. Dit dat, is. Dit, dit, dit kan. moet je oh, kennen. Maar ja. dan zie ik. En ik, ik zei het want Ik vond het zelfs in Lokeren. Ja. Viel het me op. Ja. En ik bedoel, we leven hier in een, in een gebied in Europa. Waar het over het algemeen pro-Oekraïne is. En ja. zelfs daar dacht ik. Oh. Ja. Mm -hmm. en, dat is, en, en op dat moment vroeg ik me dan ook wel af. Wat voel je dan als je dat toe? Nou, ik heb het ook bijvoorbeeld in Amerika kregen we positieve als negatieve reacties daarop. Mm -hmm. Maar ik probeerde elke keer weer uit te leggen voor waar, waarom we het doen en waarom we het zo belangrijk vinden. En um, ja en ook in Hongarije bijvoorbeeld, maar ook vooral, van wat zou jij doen als je land, weet je, als iemand jouw land zou binnenkomen. Mm -hmm. You're the land of the free, toch? Ja. Ja. Mm -hmm. Jullie zijn en jullie zo noemen je jezelf. Dus wat vinden jullie daar dan van? Ik zeg, ik begrijp dat er, dat er controversie is, dat mensen gepolariseerd zijn hierover. En um, over dit onderwerp. En. Doordat je dat zei van ja, maar wat als jou dat wordt aan, zou jij dan zomaar zeggen: Ik hey, kom binnen. Ach nee, neem New York maar. Mm -hmm. Of als we in België zouden spelen, bijvoorbeeld. Of uh, Nederland, bijvoorbeeld Nederland zou zeggen: We nemen België voor een deel in. Dat is een beetje wat Rusland doet op dit moment. Mm -hmm. Dus het, het is gewoon uh, door middel van voorbeelden te geven dat mensen toch gaan nadenken een klein beetje. En dan toch denken: Oké, okay, misschien is toch. Ja, heb ik misschien te zwart-wit naar gekeken. Het kost veel geld om een land te steunen als Oekraïne. Maar het heeft wel een goede. Ja, het heeft wel een doel. Ja. Want dat is inderdaad wel een keuze die je maakt. Hè. Je merkt ja, ook zeker. dat je bepaalde deuren dan ook hè, opent, kieft, maar ja, anderen dichtdoen he. Ja, Absoluut, zeker. Ja. Ja, want je kunt perfect cruisen, je show is binnen. Hè. Op dat ja, moment, ja. Ja, eerlijk. Je doe, hoeft het niet te doen. Doe, nee. doe, het nee. is niet dat ineens mensen ja. het, 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 het miste. Maar dat vind ik dan wel, dat zit dan toch in jou om zo, er zit dan toch iets barricade in. Ja, zeker. Maar ik denk dat... Dat zie je ook met de nieuwe clip, ja ja. ja, ja. Ja, maar dat is toch waar. <laughs> het is dat is uitgesproken, dat ja. Dat is ook een keuze die je maakt Ja, gemaakt, zeker. Dat ja. is ook heel duidelijk dat je mensen gaat hebben die pro en contra van ja. zijn. En je zit soms op, een, hè, op een, een, een fase in je carrière dat je bij wijze van spreken dat niet meer hoeft. Nee. Want de buiten nee. is binnen, maar ja, toch. Ja, maar ik vind juist, ik denk dat je dan het misschien besef ook besef hebt dat je denkt van nou ja, oké, okay, we kunnen dat makkelijker doen dan een band die net begint. Mm -hmm. Want die krijgt misschien geen kansen meer. En wij hebben onze gevestigde uh, ja, we hebben al heel veel mensen die ons volgen die ons te gek vinden. En natuurlijk zal daar ook een paar mensen daarmee uh, uh, voor de kop stoten wat we doen. Maar uh, het risico is misschien iets minder. En ik, ik heb ook het gevoel dat de behoefte om het uit te spreken groter is dan ooit, omdat er zoveel onzin aan de hand is in deze ja. wereld op dit moment. Mm -hmm. Dat het ook belangrijk is om met elkaar te delen over wat je standpunten zijn en om met elkaar het debat aan te gaan van wat voor wereld we nou eigenlijk willen leven. Want Weet je wel, de laatste vijf jaar met het begon natuurlijk met Trump, wat er allemaal gebeurd is. En die heeft zoveel rechtspopulisten uh, ja, uh, geïnspireerd om dezelfde retoriek te hebben. Weet je wel, hmm. gewoon dezelfde een, uh, soort rare ja, fransen die, uithalen. Die, die post-waarheid vooral. dat, ja, dat ja. vond ik een van de meest ja. opvallende dingen van Trump. He, wat wij meteen merkten hier bij een paar mensen is dat die werden aangesproken op iets mm -hmm. dat ze gedaan hadden, waar yeah. zelfs beelden van zijn. Yeah. En dat die zeggen: dat is niet waar. jij verzinnen, hè? Maar dat yeah. is niet zo. En dan denk ik: Dat is wel heel gevaarlijk. Dat is heel, he? Ja, maar dus, ook, maar ja. ook op dat je een, 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 een verkiezing niet er erkent, dat is gewoon mm -hmm. levensgevaarlijk. En je ziet gewoon dat er, dat, dat er heel veel landen zijn geweest waar uh, die, die door hem geïnspireerd zijn. In ieder geval bepaalde politieke partijen. En dat vind ik, uh, dat zie ik in Nederland heel erg. Maar ik zie bijvoorbeeld Hongarije is nu weet ja, dus hoe <laughs> ja, was het daar eigenlijk? Want dat, dat, want dat zei je ook weer langs je neus weg. Ja. Maar dat is niet langs je neus weg. Dat is al, dat, dat is de. De stap ervoor, hè? Ja. Daar zal ook niet, niet iedereen blijven zijn. Nee, nee, nee. We kregen vooral een, een behoorlijke backlash op, op internet daarover. Uh, op dat moment waren de mensen die ook wel klapten, maar ook heel veel mensen die boel uh, riepen. Ze mm -hmm. zijn natuurlijk vrij pro-Russisch in, in, uh, in Hongarije. Ja. Maar ja, ik hoop gewoon dat, ik iemand, weet je, dat bij iemand toch blijft hangen dat wat we, waar we voor staan. Dat ze misschien gaan nadenken. Weet je? Dat alles ja. niet zo zwart-wit is. En ja, misschien dat ze een band zien die ze heel tof vinden. Dat ze toch denken van, nou, heeft, nou een, heeft hij of zij daar nou een punt wat ze zeggen, weet je wel, of is het ben ik, maar de meeste mensen zijn wel dit hoor en mm -hmm. willen het gewoon niet horen, maar ja, ik, ja, we kunnen het tot niet laten. <laughs> en ik vind het belangrijk, het is gewoon echt belangrijk om te doen, ik denk meer dan ooit. Je ja, hebt eigenlijk ook een, een bijzondere jeugd gehad, want voordat je begon te zingen in, in bands, je hebt ook veel in het buitenland gezeten hè? Jij, Ja, je zit opgegroeid ja. in, in Indonesië en in Suriname en zo. Hoe, hoe was dat eigenlijk en hoe heeft u dat gevormd? Want ik kan me voorstellen dat je toch dan op een andere manier naar het land kijkt waar je vandaan komt. Ja, zeker. Dan uh, niemand dan anders dat zou doen. Ja, nou, ik moet zeggen dat um, het grappige is dat in al die landen werd ik heel erg geaccepteerd als kind. Op school bijvoorbeeld en in de samenleving waar mensen super nieuwsgierig en positief naar. Je. En toen ik terug wilden komen naar Nederland was het heel heftig om weer uh, ja, in Nederland te komen wonen en op, geaccepteerd te worden door mensen in mijn, op mijn schoolbewijs, spreek, waar ik eigenlijk. Jaren ervoor ook had gezeten. Mm -hmm. Dus ik vond dat een uh, en dat had ik nooit verwacht. Ik dacht, ik gewoon, weet je wel, oh, ik ben gewoon Nederlands. Maar dat was, het was een hele andere, ja, was een andere uh, ontvangst dan ik had gehoopt, laten we zeggen. <laughs> ik heb het, ja. Uh, yeah. En het grappige is, Robert, mijn man dus, die heeft, uh, heeft ook in Madrid gewoond. En kwam ook in dezelfde periode terug naar Nederland. En zijn eerste uh, ding wat hij had, had een gesprek met iemand, kreeg een klap in zijn gezicht. En ja, mij is het soort gelijk overkomen toen ik op school terugkwam. Dat ik dacht van zo hé, het is even een heel andere uh, vibe dan als ik in Jemen woon. Waar mensen echt, hé hey, wat leuk dat je hier bent. En weet mm -hmm. je, wel, heel nieuwsgierig ja. naar je zijn. Of in Suriname, wat echt het allerleukste land ter wereld was om op te groeien. Mm -hmm. Dus, uh, Waarom? Ik ga, ik ga oh, het, ja, weer. Ik ja, het weer. Ik zeg het weer. Iedereen leeft natuurlijk ook een beetje buiten. En het is gewoon een veel. Uh, ja, ik vond het gewoon een open, een warme cultuur. Gewoon liefdevol, uh, geïnteresseerd. Um, je moet niet toevallig iets moeten laten maken in je huis. Want dat duurt dan altijd wat langer. Maar aan de andere kant. Uh, weet je wel? Het is een beetje de Spaanse mentaliteit bijna. Dat je zegt, ja, maniana, maniana, maar... Hoe heet het, dat nu weer in, uh, ja, in, in, in Indonesië? Jamkaret, geloof ik. Hè. Zo, de tijd is rekbaar. Zo. Dat ja, was zo het idee van je kunt ook twee dagen te laat zijn, maar, maar hey, wij, hey. de bus is er ja, wel. Ja, ja. ja, In veel van die landen is dat zo. Ja. Jullie spelen vanavond tussen negen en vier. Ja. Ja, ja. Maar wel. dat kan ook overmorgen zijn. Ja. ja, maar aan de andere kant, weet je wel, het, 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 het andere, de andere kant van de medaille daarvan weer is, is dat mensen wel heel ontspannen zijn en heel veel leuker eigenlijk. En ja, ik heb er echt echt heel veel van geleerd en um, maar ook dat ik bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld wat we dus we hebben natuurlijk ook een nummer geschreven over uh, Iran over de ja de vrouwen daar en um, het gevecht wat ze aan het leven zijn voor meer vrijheid mm -hmm. en uh, via de eerste wat wat natuurlijk naar buiten kwam was daarvoor ook aan de gang met mini dat zij um, door de, door de ja dat ze op een gegeven moment is overleden mm -hmm. En um, ik, kom te, ik heb in het Midden-Oosten ge ge gewoond, in ja. Jemen bijna twee jaar. Ik heb aan een Arabische school gezeten. Waar, ik kan okay. even uitleggen voor de mensen die het niet weten, in welke context was dat? Om... Uh, Bleed out, het liedje Bleed out. Nee, gaat... nee maar dat jij je in Jemen oh. gewoond hebt, oh. Als in je jeugd. Uh, ik heb, uh, voor de mensen die het niet weten. Ja, mijn ouders zijn expats en um, daardoor kwamen we ook in Jemen terecht en in Suriname en Indonesië. En um, ja, ik kwam daardoor gewoon op. Ja, in andere landen te wonen ja. met andere culturen en dat was uh, eigenlijk heel verrijkend heb ik het altijd ervaren maar ook wel eenzaam want je gaat elke keer weer vrienden achterlaten en je gaat weer door naar een ander land maar met het Midden-Oosten als dan uh, dingen gebeuren zoals wat, wat er nu gebeurt met de revolutie die daar aan de gang is um, ja dan komen allerlei herinneringen terug van dat ik daar woonde dus ik ruik het voedsel, ik zie de kleuren. Het is allemaal heel, het is een heel kleurrijk land. Mm -hmm. en, maar ik heb ook altijd wel het, gescheel, het gevoel tussen, tussen hoe jongen en jongens en meisjes benaderd werden en beoordeeld werden. En um, dat het wel twee maten waren. Uh, zelfs als een meisje van het Westen. Dat, dat er anders naar je gekeken werd dan, dan mijn broer bijvoorbeeld. Mm -hmm. En. Um, en dat, dat je dan van die individuen ziet die dan daar zich tegen verzetten. Hoe dapper ze zijn met alle consequenties van dien. Dan is een vlag wapperen met. Voor, voor Oekraïne er staat natuurlijk, ja, <laughs> I got nothing to lose. Ja, weet ja, ja, ja. En uh, ja. wat is dan, is dat dan dapper? Nee, dus dan vind ik. Uh, zij zijn echt een voorbeeld voor ons de, om daar uh, niet, ja We gaan daar uiteindelijk komen dan tot een nummer omdat het ons geïnspireerd heeft, omdat het zo dapper is van deze mensen. En dat geldt ook voor mensen die in het leger vechten van o Oekraïne. Bijvoorbeeld, we hebben ooit in Dubai uh, zaten we in een hotel en toen kwamen we aan tennis, want we houden heel erg van tennis. Jij ja, ja. speelt zelf ook veel? Te... Heel veel. Ik ben niet okay. heel goed, maar ik ben, vind het wel heel leuk. Ja, Oké, okay. dat, dat is het belangrijkste. Ja, het belangrijkste. Uh, uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat zeg ik ook elke is keer tegen mezelf als weer verloren. Als je weer ja. al sukt. Ja. <laughs> als je de zoveelste keer die een opslag in dat net ramt, dan kunnen zeggen, ja, maar ik vind het heel leuk. Ja, het is zo tof. Ik vind het wel leuk. Ja, ja, het wel ja, het is leuk. echt wel ja, tof. En in mijn hoofd ben ik wel uh, Steffi Graaf. Ja, inderdaad. Ja, ja. Het <laughs> is beter als mensen die daarmee zingen hebben natuurlijk. Dat, dat is veel vervelender. Ja, dat hebben andere mensen last van. <laughs> Absoluut, no, zeker. Dan denk ik dus, blijf alsjeblieft weg uit die karaoke okay, uh, bar. Uh, seriously, uh, uh, don't do it. Het uh, is uh. mooi geweest. <laughs> ja, maar toen uh, in dat hotel kwamen we dus uh, Alexander Dogolpilov tegen. Um, en um, hij is een, was toen de tijd een top 15 tennisser mm -hmm. uit Oekraïne. Maar we spraken, we hebben hem nooit gesproken, maar wel zijn vader die ook een, een professioneel tennisser was. En we waren onze dochter aan het trainen, die was toen op dat zes of zeven zo een tijdje geleden en toen kwamen gesprek oh wat leuk dat jullie ook je dochter aan het trainen. En nou, hij was echt je you know, mm -hmm. verschil kon niet groter zijn tussen ons en waar hij wat hij aan doen was met zijn zoon en uh, <laughs> maar hij was te gek dat hij even gewoon de tijd dan wat wat goed Het doet best goed weet je wel. nou tof en uh, nou ja, toen zijn we ze gaan volgen op social media want wij 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 vinden tennis het allerleukste maar goed uh, dus ook hem gaan volgen op social media en toen op een gegeven moment ging hij stoppen met, uh, met, zijn, met, hij is gestopt met zijn carrière omdat hij veel uh, fysieke problemen had. En uh, een paar jaar later begon, recentelijk begon natuurlijk uh, de oorlog en toen we hadden gehoopt hem ooit nog terug te zien. Dat hij misschien weer zou herintreden als de, als de oud-tennisser. Maar hij is nu aan het vechten in, in het leger van Oekraïne, terwijl hij heeft heel veel geld verdiend, maar toch... Toch is hij daar. Hij, hij heeft niet de, de easy way out genomen. Mm. Hij, hij is gewoon gaan vechten. En dan zien we, we volgen hem op social media nog steeds. Uh, je ja, merkt dat ook bij de Klitschko-broers. Die twee ja, zwaargewichtkampioenen, die, ja, ja, die, de... vecht, die vechten ook. Hè? Ja, maar hij is ook burgemeester. Een ja, ja. van de twee is burgemeester van ja, Kiev. Van Kiev ja. Ja. En dat is, dat is toch onwaarschijnlijk. Dat je, allee, de, de, wij zitten ook in een situatie... Dat wordt ook moeilijker en moeilijker, vind ik... om te oordelen over zo'n dingen als je niet ziet... In een situatie waar je daadwerkelijk die keuzes moet maken. Ja. Als je ook zo de. Dat die, zeker in België nog veel minder dan overal anders. Zo vaderlandslievend zijn wij totaal niet. Wij zijn ook meer een. Nou, weet een... ik niet. Ik, weet, ja? ik, ik denk op het moment dat je aangevallen wordt, dat we dan opeens weer een dan, dan eenvoudig worden. Dan misschien wel. ja. Het is eigenlijk zoals een zo voetbalwedstrijd naar mij ja, 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 ja. We vinden elkaar helemaal niks. Maar op het moment dat we dan eigenlijk uh, met, met voetbalwedstrijd, zijn we allemaal zo, weet je wel. Ja, ja. <laughs> het, is, ja het is echt zo. Ik bedoel, uh... ik, ik, ja, er is gehoopt natuurlijk dat niet dat daar ja. ooit op de proef gesteld nee, wordt. Nee, nee, dat we ooit als uh, Nederland. België gaan innemen. Ja, stel ervoor. Ja. Dat we... nou, als je Antwerpen niet neemt, dan blijft luid onaangenaam volk met heel veel arrogante neigingen. Dus mensen konden het verschil niet merken, denk ik. Maar ja. andere oh. plekken misschien wel. Maar, ja. maar dat vond ik ook een van de, ik denk zo twee jaar geleden, of zo, dat ik op op iets moest doen of moest werken en uh, Ginger moest spelen. Ja. En uh, dus mensen die, niet met als een Oekraïnse metalband. Ja. Uh, en die, die, heel populair ook. Heel okay. populair. Ja, en die, en ja, die, hadden een, die hadden een shirt. En ik heb ik, eigenlijk ik, 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 spijt dat ik het niet gekocht, maar het was eigenlijk gewoon omdat het dan te lang een rij was zo'n stom excuus en dat was eigenlijk gewoon een loge en van achter stond er gewoon zo we want our country back wat eigenlijk uh, ja copy meestal metal shirts en ja, 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 diepe ja, ja. dingen maar dat is nooit ja. één op één of nee. zo mm -hmm. en ik weet wel dat ik er dus zo iemand met zag lopen en ik dacht ja dat is cool. meestal ben, ja, zo, wat, ben ja, je zo ben je het raakt, nou je. Denken, het raakt ja, je ja shirt design gewoon erop zitten welke ja. coolle zin, maar dat is gewoon mm -hmm. de essentie en ja. dat was wel zoiets dat ik dacht Wauw, dat moet wel raar zijn als je dat soort dingen op je achterkant van je shirt moet zetten. Ja, ja. De, dan. Uh, ja, dat omdat het vind... ook letterlijk zo is. Ja, ja, maar... En omdat je niet een of andere een rechtse band zet die je zo zegt: we willen ons land terug. Ja. Maar dat het letterlijk Gewoon, is. Ja, letterlijk. Ja. Gewoon je... De gewone mensen, de ja. gewone muzikanten, de gewone. Ja, muzikant, ja, ja. De gewone... ja. ja dat ja. was. En dan. Dat... Ik moest er dan denken toen je er net bezig ja, was. Ja, maar dat, dat zijn de... Dat, omdat alles wat je dan zou zeggen, ja, dat, dat moet je gewoon zwijgen eigenlijk. Ja. Je moet gewoon die shirt kopen. Ja. Eigenlijk zwijgen. Ja, ja absoluut. Nee. Dat is het. Eh, wat ik ja, ook... Of koopt hem niet en zwijgt. Ja. <laughs> zo, dat kun je ook doen. Hè? Nee, nee, Als in... Nee, maar... als in m, nie, nie, uw mening is niet altijd zo... Zegt niet zoveel als het over zo'n dingen gaat. Nee, ben ik ben het met je eens. Ja. Maar... Ken je, ken je, je, je kent de band waarschijnlijk. Ik uh... ken de band van de muziek wel, maar niet persoonlijk. Ah, ja. 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 Dus, Want ik kan uh, me ook wel voorstellen dat zo'n. Dat, dat, wat jij dan doet op het podium of wat de band dan doet of zo. Ja, dat zijn wel de kleine dingen die helpen. Want het gaat eigenlijk over een soort gewaarwording. Hè? Ja, absoluut. Ja, maar je probeert gewoon onderwerpen levend te houden. Uh, dat er eigenlijk een paar. weet je wel, 2,5 uh, uur hier vandaan eigenlijk. met een vliegtuig gewoon een oorlog aan de gang is. En, mm -hmm. En dat is wel echt bijna, het is gewoon heel schizofrene natuurlijk. En het ja. is ook dezelfde afstand van Nederland naar, naar, uh, naar Spanje is ook 2,5 uur. Ik had nog idee, het idee dat daar Russen door de straten lopen. Het is gewoon een beetje, ik je me een beetje vergelijken. Want weet je wel? jullie, jouw, jullie, ja, jullie Tour Rusland, hè? ja we deden Rusland als Oekraïne en uh, we hebben zelfs in Kherson gespeeld ooit en dat was 2008. Ik heb er recent nog foto's ervan gevonden dat we een plant uh, een boom moesten planten met een met een, met een uh, we waren uitgenodigd door de burgemeester en een hele delegatie om negen uur s ochtends na de show. Ik was echt dood. <laughs> en ik dacht uh, oh we, we moeten die schep pakken oké okay. ja. en uh, nou ja en dat ik dacht van hoezo vrede weet je? Het, het is het, is, het is, je hebt toch vrede? En toen kregen we een rondleiding door een museum en uh, nou, we hebben uh, Oekraïns voedsel kregen we voorgeschoten geoutgeënt kleding, Dan hebben ze traditionele kleding, hebben ze mm -hmm. ja, een soort van klompen. Ja. Uh, <laughs> <laughs> was het oh, het is het optreden. Dat ja. heb je snel gevonden. Ja, ja internet is iets. Uh... <laughs> Kijk eens aan. Ja, dat was zeker. Uh. Ik, ik, ik heb het gewoon ingetapt en het was. Oh, het. Wow. Ja. Mm -hmm. Ze we waren wel heel dronken al toen wij speelden. Ik zeg maar. dat, dat is goed. in die landen, is dat toch ja. altijd wel zot? Hè? Ja, ja het is heel so. bijzonder. Want, want het was volgens mij een soort anti-alcohol festival. Blabla. <coughs> bla, en, en dat wij, Een anti-alcohol ja, festival met, met, in ja, het Oostblok. Ja, nou, uh, We waren, ja, ja. waren daar ja. met Pain. En die sprak ik. Ik sprak iemand die met, met hun aan toeren was. En mm -hmm. die zei van ja, het was echt bizar. We kregen allemaal geen alcohol. Tot op een gegeven moment het festival voorbij was. Toen stond er opeens allemaal wodka voor ons klaar. Ja. En de, toen gingen we spelen. En toen al die lui waren allemaal hartstikke dronken, dus hoezo, al, weet je wel? Het was, was bizar, maar het was, <laughs> het was wel um, ja wel om te zien dat dat je dan, ik, want ik heb die foto's opgezocht en dacht van oh ja, ja dan komen de gezichten ook weer terug en dan denk je wat, waar zijn die mensen nu? Want ja, ja de, die hele stad is gewoon aan flarden geschoten en we hebben ook een liedje op de plaats aan dat heet uh, 'Sainthood Love'. Wat wat, want uh, de, de, het verzet in Kherson was heel groot tegen de Russen. En de Russen waren echt super bang voor ze. En. Um dat, ja, uh, dat we daar een nummer over geschreven hebben... Voor over, de, over, de, over de kracht van het eigen volk... dat vecht tegen, tegen de bezetter eigenlijk. Mm -hmm. En uh, er zit ook een stukje in... want we hadden, we hadden een stukje... Uh, een filmpje viraal in uh, Oekraïne... over Oekraïne... waar volgens mij was het ook in Kherson dat ze, was een oude vrouw... die geeft dan zonnepitten aan, aan soldaten... en dan zegt ze van... Uh, stop ze maar in je zak... want dan weten we straks... waar de zonnebloemen uh, uh, groeien... waar je ligt. Ja. Weet je wel? En dat hebben we... Uh, uh, dus die tekst zit ook letterlijk in dat nummer van ons. Ja. En, maar gewoon omdat, ja, dat vonden we heel erg, bijna op een cynische manier, poëtisch. Ja. En uh, ja, dat nummer gaat gewoon over, daarover, over die. Dat oh, het is toch ook altijd um, opvallend, dat vreselijke gebeurtenissen, dat die soms ook enorm mooie dingen ja, zeker. voortbrengen uit mensen. Die, Absoluut zeker. Dat, dat idee is eigenlijk heel mooi, hè, dat iemand aan denkt. Ja, oh, eh, want je kunt daar. Dat is tegelijkertijd afschuwelijk. Ja. Maar je ziet, je dat hebt dat doorheen heel de geschiedenis in oorlog. Dat brengt echt de ergste dingen in mensen naar boven. Maar, ook maar soms de, ook de mooiste. Meeste, ja, mooiste ja. heldendaden inderdaad. Ja, of, of gewoon, hoe zeg je dat Random acts of kindness. Ja. Dingen die je voor iemand doet, die niet nodig zijn. Nee, maar je wel maar doet... Maar op dat moment het gevoel van, ja, beter dat dan, dan, dan niks. Dan niks doen, ja, of absoluut. Zo. Ja, nee, zeker. Ja, ik vind... Ja, dit soort dingen zijn natuurlijk laten natuurlijk de meest extreme kant van de mens zien. En dat inspireert om te schrijven. Dus nou. dat, uh, ja. Wat ik zeker ook nog wil. We hebben er straks zo een, een, een moment gehad eh, toen we samen eh, ja. kwamen en waren we waren zo even aan, aan het voorbabbelen. En dat gaat over jouw echtgenoot. Hè? Ja, Robert. Uh, Robert, gitarist, songwriter, medeoprichter. Mm -hmm. En moderne gezin, mm -hmm. het is een, een, uh, een man die thuis bij de kinderen blijft en wij hebben toen zo samen de zin uitgesproken, ja maar misschien wou je ook wel graag op een podium ja. staan. <laughs> misschien uit... zit hij zo thuis. Uh, uh, yeah. ja, Oké. Okay. Ja, okay. Want ja. een gezin yeah. maar <laughs> Want iedereen, zelfs al hij er niks oh. met muziek te maken, het is redelijk logisch dat als één van jullie twee thuis moet blijven, dat hij het moet zijn voor de handliggende reden. Dat... Ja, uiteraard. Ja. Jij ja. bent de frontvrouw. Ja. Maar los daarvan. Toch zo, we hadden toch een klein momentje ja, zo... Je van pijn in je ja, hart. Ja. We, 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 ja. Well done, Robert. Ja. Want you're ja. a better man than ja. I. Het eerlijk is eerlijk, iedereen die op een podium gestaan heeft, of dat nu groot is, de grootste ja. of de middel, ik bedoel, het is wel verslavend. Ja, uh -huh. ja het is verslavend. En, uh, maar hij heeft altijd gezegd, en ik geloof hem eigenlijk wel, is dat hij zegt van... Ja, e eigenlijk ik, wel is eigenlijk wel, ja. Omdat eigenlijk het, geloof ik hem wel. Ja, nee, omdat hij het <laughs> elke keer blijft herhalen. Hij zegt het elke keer tegen iedereen van, joh, het is, uh, het is, um... ja, ik, ik, vind het, ik vind het leuk om muziek te maken, maar het podium vind ik toch niet zo, weet je, hij is een goede triturist, maar eigenlijk is hij een veel betere componist. Dus, ja. dus dat vindt hij, heeft hij altijd leuker gevonden. En op het podium staan is toch altijd weer een, uh... ja, het is ook wel intens, weet je wel. Um, uh, ik weet niet, hij vond het leuk, maar ook weer niet leuk. Dus ja. hij vond het ook niet heel erg om dat te doen. Oké. Okay. En... Ja, ik, ik denk dat je het u nou bijna kunt voorstellen dat dat misschien wel zo moet zijn, want er er zal toch je hebt de mensen die geboren zijn om op een podium te staan en je ja. hebt andere mensen die het doen omdat het erbij hoort ja. hè, bij ja. wijze van spreken ja. en omdat je weet ja oké okay, ik schrijf dit ook mee en ik ja. maak dit ook dus ja. uiteraard staan ik, ik hier op, ja, podium, ja. maar 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 ja er zijn niet veel mensen die toch die stap zetten die dan, dan, dan zeggen van oh maar ik kan dat wel ik kan wel zeggen ik kan dat maken mee en die kan ja, daar schrijven. En nou, die heel, klopt. Veel, heel veel producers schrijven ja. natuurlijk uh, ook muziek. En zijn mm -hmm. zelf, zelf vaak, muzikanten ook. Ja. Dus het, uh, die doen dat heel veel. Ik ken mm -hmm. heel veel mensen die producer zijn. die zelf muziek hebben geschreven. en niet op het podium staan. Ja. Nee, maar hij maar heeft het, het heb, wel gedaan. Hij heeft het uh, gedaan. Uh, ja, 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 nee. Dat vond ik ook heel wat, En ik vind het ook heel. Ik vind ook. Um, um, ik vind het. Um, want we hebben echt een leuke tijd gehad, maar we hebben ook een bepaalde periode gehad dat het niet werkte, onze relatie, omdat we altijd maar bij elkaar waren. Te dicht, ja. Dus mm -hmm. kijk, had ik niet bijvoorbeeld zijn vrouw geweest, dan had hij dat misschien niet gedaan. Ja. Weet je, had een andere zangeres geweest, had hij dat waarschijnlijk niet gedaan, denk ik. Ja. Misschien persoonlijke vraag, dus is moeilijk, ja. maar stel stel dat je, stel dat je jullie geen kinderen hadden gehad of mm -hmm. er was een andere oplossing. Zou, je, zou het huwelijk het overleefden met nee. Sim? Nee, echt niet. Ik weet niet of je ooit met je eigen vrouw iets gedaan hebt wat, wat, wat heel belangrijk was. Samenleven, dat is al verschrikkelijk ja. nee. nou, zeg maar. Nee, nee. <laughs> is moeilijk zat. Nee, en en maar, wij zijn al 30 jaar samen, dus hoe stel je voor? My God. Maar aan het, begin, het, ja, ja, aan het begin van onze band zat mijn vrouw, de rook in, hè? Ja. Dus die, die heeft ook de bas, die speelde oh, bas. Oh, en, cool, en, cool ja. check. Altijd wel. En dat, was, dat ging eigenlijk. Dat was ook een ding, net zoals yeah. als bij u. Dat, 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 dat leefde. Weinig... Maar, maar, maar. Ja, nee, niet Maar. Dat was eigenlijk een, geen, geen, nooit vrevel tussen mij en haar. Oké. Okay. Maar wel tussen haar en een ander bandlid. Ja, okay. en dan begon dat ook. En zij had ook na een tijd gewoon zoiets ja nee, ik, ik stap eruit, ik doe het niet. Ja, en nee. ik was de frontman, dus bij mij was dat Gaan ook niet de vraag, Nee, nee, nee. eruit stappen ja, of nee, niet? Nee. En uiteindelijk, als ik, er, als ik erover nadenk, als je later onze, onze carrière zegt, denk ik wel dat dat beter was. ...dat wij niet met twee nee, indiumbands nee, nee. zaten. Nee. Maar ik moet zeggen, iedereen die ik ken... ...ik ken mm -hmm. bijvoorbeeld Anneke van Giersberg... ook met haar man in uh, ...en volgens mij was dat ook geen succes... ...in de zin van dat ze toch merkt van ...ja, dan werk je toch wel heel dicht met elkaar. Ja. Je bent elke keer in elkaars ouder, ...je maakt dezelfde dingen mee... ...dezelfde fouten, dezelfde teleurstelling... ...maar ook de highlights... ...dat je kan nooit eens kiezen... ...wat is er gek, jongen, ik vandaag... Mee? ...nee, dat kan niet, want je was er ook, weet je ja, 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 ja. <laughs> nooit Alles is hetzelfde, super boring. Mm -hmm. en, uh, maar ik moet zeggen, daarentegen... Heb ik het optreden, vind ik wel leuk. Maar ik vind het schrijfproces honderd keer leuker. Ja, ja. mis je mis je het? Ja, logische vraag. Maar hoe hard mis je het thuis? Heel erg. En ik moet altijd altijd, voor mij is dat een soort haat liefde verhouden met de muziek die ik heb. Want ik vind optreden echt wel leuk. Maar um, ik, die overgangsfase dat je thuis bent en dan het podium is dat is zo'n schizofrene combinatie. Mm. Um, en ook als ik weer terugkom, ook al een soort van landen ben ik, al twee weken soort uh, in-between world of zo. Ja. En dan, uh, jij had nu naar het tandarts gemoeten. Oh, 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 sorry. Had je het vuilnis niet buiten kunnen zetten? Jij zou vanavond nog het eten maken. Ik heb het gisteravond gedaan, weet je wel. Ja. Dat je opeens weer denkt, oh ja, my god, niks wordt geregeld. Ik moet het allemaal zelf gaan doen weer, weet je wel. Dus het is een, um, en ik moet zeggen dat ik, um, ik, ik, ben, ik hou van muziek en ik hou van zingen enorm. Ik vind het ook heel heerlijk om de interactie te hebben met mensen. Maar ik heb ook jarenlang last gehad van podium, podiumangst. Maar echt heel extreem. Dat ik echt podium bijna niet op durfde. Dat ik dacht: van oké, okay, hoe kom ik daar? Weet je wel? hoe ga ik en, daar en vandaag? Hoe, hoe kwam dat dan? Hoe is dat dan? Uh... Nou, ik ging over van uh, floor monitors naar in ears En dat is een hele lange transitie geweest. Ook degene die me daarbij begeleidde, de monitorman die, die ik destijds had, was niet de juiste persoon om me daarin te begeleiden, denk ik. Hmm. En ik wist ook helemaal niet wat ik nou precies moest aangeven. Wat ik nou het beste kon doen. Uh, op mijn oortjes en dingen. We hebben nooit de tijd er ook voor genomen om het goed uit te zoeken. Tot ik op een gegeven een vervanger kreeg en die was. En die hebben we nog steeds. En ik had mezelf nog nooit zo goed gehoord. Dus uh, we hebben een keer op een gespeeld, gespeeld waar ik van zeker weet... dat ik bijna de, hel de helft van de nummers gewoon super ernaast zat. Maar ook consequent ernaast zat. Dan weet ja. je ook dat het niet aan de zangeres ligt. Dan ja. is er muzikaal iets op je oortjes wat je niet hoort. Ja. Anders kan je niet intoneren en dan zit je niet constant. Kijk, als je naar nou af en toe een uh, val zit, dan, dan ligt het aan de zangeres zelf. Maar dit was gewoon een halve toon eronder of erboven zitten, weet je ja, dus dat, ja, ja. Dan is er iets mis met het geluid. Dan, mm -hmm. en, ja, en dan voel je je echt wel slecht hoor. Als je van het podium, want ik weet dan... van ik, kon niet intoneren. Ik, ik wist mm -hmm. niet waar ik op uh, en dus en heb ik wel festivals gehad dat ik dacht van oké. Okay. En het is helemaal een paar jaar geweest. En volgens mij was dat, even kijken, ten tijde van de Silent Force, denk ik. Ja, rond die periode is dat geweest. En het heeft heel lang geduurd voordat ik die angst kwijt was, terwijl ik mijn geluid wel veel beter werd. Ja. Yeah. Maar dat ik echt wel 10.000 doden stier voor het podium weer op moest. Ik ja. nou, ik neem even een wijntje van tevoren. Nee. Ja, en dan moet je natuurlijk altijd oppassen als je dat dan ja, toen zei: dat zijn niet twee wijntjes nee, en drie inderdaad. wijntjes. Ja, he, dat is zo'n zo legendarisch verhaal van, uh, van Dave Grohl, die je, uh, nooit verlegen ziet om legendarische verhalen. Maar die ah, ook nee. zei: van, we begonnen met een shotje, dan waren het twee shotjes. En op den duur gingen wij eigenlijk bijna ladder zat het podium op. Ja. En dan merkte ook dat je als band niet meer zo goed zit. He. Nee, nee, nee. Je, denk je denkt vooral, dat je fantastisch het, bent. Het gevoel, ja. Oh, het was Oh, fantastisch, amazing en yeah. dat je dat dan terug ziet en denkt holy shit, hoe zijn ja, we Dat gekomen? Exact, dus dus dat is natuurlijk altijd een, een, een yeah. gevaar. Eh, was dat ook voor u omdat je, omdat je in ears gebruikte en, en niet meer met mee van die wedge monitors stond, was dat ook een houding voor u om met zo die voet op die monitor te staan of? Zoiets ja, ja, hebben van, komt... en wat moet ik nu ineens nou, aan absoluut. met mezelf, ja, ze, omdat die ja, dingen er niet ja, meer staan? Absoluut. Ja, absoluut. Want ja. er zijn wel dingen waar je aan vasthoudt. Net ja. zoals dus iemand die een sigaret vasthoudt, weet je wel. Het is een houding die je kan aannemen. Ja, of... Als je die sigaret niet meer hebt, moet je, ja. waar moet je die handen laten? Weet je? Ja. Dat is exact dat. Ja. Ja. Of zo zingen met de microfoon, of, of praten ten opzichte van mensen die dat met een zender doen. En ineens zo twee handen vrij hebben en denken, wat de hel gaat dat daar allemaal mee doen? Ja. Ja. Nou, absoluut. En, en, maar ja, op een gegeven moment vind je wel je weg wel weer. Maar het is wel, de eer, eerste parkeergaat denk je echt van: ik heb echt geen idee. En dan ga je ook maar, wat, wat voor mijn oplossing was ik naar andere bands mag, gaan kijken. Hoe lossen zij dat op? Hoe warmen ze zich op? Uh, uh, wat zeggen ze tegen het publiek? Weet je wel, om rustig te worden zelf ook. En ook als er iets fout gaat, hoe ga je ermee om? Ik heb ook al gehad van... stop maar, we gaan opnieuw beginnen. Dit was ja. echt kut. Dat is, <laughs> dat is, dat is raar, hè? Dat ik, ben, <laughs> ik ben het gewoon kwijt nu, weet je wel. Dat is wel niet meer, dat is wel. Hey, niemand die jou nu bezig ziet, kan dat voorstellen. Nee, Zoals nu gaat nu, het goed, maar dat uh, komt echt door die monitorman die ik uh, heb. Ik wil hem ja, ja. me nooit meer kwijt. <laughs> ja. Benny, <men>, blijf <laughs> bij <Benny> mij. <laughs> Benny blijven, hè <laughs> man. Um, <laughs> Benny <laughs> blijven, dat, is, uh, zo, zo heet, dat is, die is een bijnaal vanaf nu ook. <laughs> <laughs> Benny <laughs> blijven, Met de monitorman. Ga mijn t-shirts uh, laten drukken. <laughs> ja, <verleid. laughs> um, We hebben niet meer zo heel veel tijd, maar eentje dat vaak terugkwam: toen mensen wisten dat je kwam. Ja, je hebt nog niet. andere dingen ja. te doen vandaag, geloof het ja. of niet? We ja. gaan nu de, de helft van uw cola naast uw yeah. mond gekapt. Yeah. Yeah. How the hell did you do I that? Het het gaatje zat verkeerd. Dan zou mevrouw er ook. Sorry, ik kan het. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die vrouw gaat je haten. Ja, nee, die, die is dat al gewend, man. Dat soort oh ja. nonsens. Het die... zijn dezelfde grappen die bij mij in de band gemaakt worden. Waarschijnlijk. Ja, um, eentje dat vaak terugkwam is: uh, is ja, daar kunnen we ook niet rond. Is wat je aan hebt, de kledij. Ja. Um, maak je dat zelf? Of ik neem aan nu niet meer, maar misschien in het begin wel. Je hebt mode gedaan. Hoe, hoe, is, hoe is de evolutie eigenlijk van de outfits? Want dat is wel een deel van Within Temptation. Hè? Ja, dat is eigenlijk een beetje geluk. Bij een, ik heb ongeluk geweest uh, in de zin van ik wilde iets episch hebben. Dus ik heb ooit een, de eerste jurk die ik droeg op de, in de Melkweg, was de vierde show. Daarna op die naam open Air, was een gehuurde jurk bij een, een of andere verkleedshop. Oh, ja, ja. <laughs> en meer geld had ik gewoon niet. We kregen mm -hmm. niks betaald, appelen naar ei. En uh, daarna ben ik uh, naar een uh, winkel gegaan waar ze dus avondkleding hadden. En die, die winkel helaas ging uh, failliet. Ze dus ik kon echt alles kopen wat ik wilde. Ik had een gele jurk, een rode jurk die ik op Dynamo de tweede keer aan had. Mm. Uh, een zwarte jurk. Uh, het leek allemaal bruidsjurken, maar dan wel. Uh, ja, weet je wel, alsof ik uh, Morticia was, de, de zwarte mm -hmm. dan. Mm -hmm. Een asymmetro, supervet. Maar ook een rode en een gele. En uh, ja, ik heb alles gekocht en dat vond ik hartstikke leuk. En dat, dat heeft wel een stempel gedrukt op hoe mensen ons zagen. Mm. De band met de jurk werd op een gegeven moment ook genoemd... als mensen even niet op de naam konden komen. Oh, ja. En dat vond ik prima, <coughs> want iedereen wist meteen wel wie we waren. Ja. Ja, Zo, dit is hem, dit ja. is hem trouwens. De band, de, ja. de band met de jurk. Is dat Dynamo Open Air? Ja, oh, ja, wat dat een geweldig jaar. festival ja. was. Ja. dat. Ja. Man. Nee, dat is 1998, maar daar zie je wel dat, ja. je, dat, dat zie je wel als lang geleden. Ja, ja, dat is heel lang geleden. En ook uh, dat geel was bijna punk, dat je denkt, hoe ja, ja, ja. durf je daar het podium mee op te komen? Ja, ja. Dat, is, dat is zo. Dat is ook niet. Dat is ook niet nee, uh, heel wet al. heel nee. ja, alles, alles rondom u is zwart. En dan ja. kom jij op met een gele jurk. He, het is ook ja. wel echt, mooi. Het is ook echt gele. Het is, he? ja, het ja, is ja. echt lelijk geel. Het is niet meer zo'n Italiaans voornaamwoordje geel. Zo. Ja, ja. <laughs> het is, is geel. Ja, nee, het is echt niet de mooiste kleur. Maar ik moet zeggen, achteraf vind ik het best wel cool dat we dat gewoon durfden. Want. Mm -hmm. Uh, ik heb ook nooit gedacht: van, dat kan niet of zo. Dit is ook een beetje uh, uh, hem trouwens. Dat heb je gemaakt. That's a very wide shirt. Ik heb okay. met, die, met, die, met die piratenmouwen. Oh. En toen, ik weet nog wel dat de eerste keer op die NAME open Ik was zo boos op onze drum drummer. Die kwam met een Hawaii shirt. En daaronder had hij Jetro Tulp t-shirt aan. En een boxershort. Ik had voor iedereen een leren broek gekocht. En ik had t shirts blouses staan maken en gekocht. En, uh, yeah. en ik denk: wat doe jij? Nou, ja, maar achteraf Nu maken we nog steeds grappen over. Maar toen was ik boos, ik dat wil je niet weten. Ik kan me dat ook wel voorstellen, want dat is echt letterlijk dat je denkt van alle outfits die je nu had kunnen kiezen. Ja, moesten nu echt ja, dassen. Nou, ik heb er niet over nagedacht. Ja, nou, ja. Ja, nou, ik zit toch achter de drugs. Uh, ja, nou, ja, dat, 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 dat. Ja, ja, dat is echt fantastisch. Maar um, misschien nog, nog eentje om te vragen, want dat ja, interesseerde mij toch ook wel heel hard. Uw, uw passage uh, in, in, in Liefde voor Muziek. Eh. Waar je dan toch ineens iets totaal anders moet gaan doen. Yeah. En waar veel mensen waarschijnlijk ook die, die uw carrière als, als metalzanger is of rockzanger is, helemaal niet volgen. Ineens in aanraking komen met yeah. u. Ook een aantal artiesten eh, die, die erin zaten, zoals Jasper Steverling, dat ook yeah. een grote metalhit is. Maar, maar iemand als, als uh, Niels de Stadsbader en zo. Yeah. Mensen, mensen die je absoluut niet associeert met iemand als jij. En ineens zie je de u. Liedjes van die mensen zingen. En ik denk dat er ook ten eerste veel mensen geschrokken zijn van wauw, hé, die kan keigoed zingen. En we kenden die niet voor veel mensen nee, thuis. Ja, nee, nee, en het andere ding is, jij kwam ook in aanraking met totaal andere mensen. Ja. En ik hoorde u ook vooral zeggen. Ja, ik dacht dat ik de buitengewone zin, maar er was niemand normaal van heel nee, diep in. Nee, nee, klopt. Nee, ze waren allemaal prettig gestoord. Dat was wel ja. heel prettig om te zien, moet ik zeggen. Ja. Dus, was dat uh, leuk om te doen voor u zo? Ja, heel om, leuk. Om echt zo totaal dingen buiten uw comfortzone nou, te moeten doen, misschien? Ja, nou, ik moet zeggen, ze zijn echt speciaal naar Nederland gekomen om mij over te halen. Want ik zeg altijd nee tegen dit soort programma's. En ja. ik wil gewoon, en nog steeds trouwens. Alleen zij waren echt de enige echte positieve ervaring die ik heb gehad met dit soort programma's, en, en ze hebben me overgehaald omdat ze zeiden, ja, maar Jasper, jij bent gewoon een grote Jasper Steveling fan Nou ja, dat uh -huh. zijn band natuurlijk. En uh, ja, 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 dat, dat klopt. En daar is al hun huiswerk gedaan. En uh, ja, Case Choice vind jij toch ook goed? Ja, dat vind ik ook echt een helemaal fantastische band. Ja. En uh, ik heb me gevraagd gevraagd nou, wie er nog meer zou zijn. Toen, ja, was, ja. toen was hadden ze me al, weet je wel. Ja, dus, uh, ja. En ik, ja... Um, Um, dus ik vond het... Ik, en, naar de hand, en het is ook goed dat je dan meet met zo'n programma. Want je hebt een bepaalde... Ook ik heb een vooroordelen. Mm -hmm. Van ja, weet je wel. talig um, mm -hmm. zingen. Nou, ik zie het gewoon niet zitten. En, maar doordat ik dat die mensen had leren kennen. En ik had de muziek geluisterd. Ja, iedereen... Het waren echt allemaal toffe mensen. En dat mm -hmm. maakt wel het verschil. En, uh, en ook integer met hun liefde voor muziek. Ja. Gewoon zoals het programma ook heet. Ja. Alleen, we komen uit andere werelden. Uit hmm. een andere dimensie soms. Maar ja, kijk, uh, Helmut nu heeft een metalplaat gemaakt. Ja, Kom op, hé. Die heeft hier ook gezeten een <laughs> ja. paar weken geleden. En het is, het is toch ook een ding waar je van, van denkt. Want dat lijkt mij ook wel zo. Het is natuurlijk een tv-programma. Je bent natuurlijk ook een performer die in al heel veel gewend is. Maar je gaat daar eigenlijk optreden voor een Aantal andere performers en dat is het. Worden daar niet een beetje zelfbewust van als je daar staat? Ik vond of... het heel spannend, moet ik ja. zeggen, want het is een heel klein publiek en allemaal wel muzikanten. Ja. En... Die, ge, en, ge oh, die en je weet dat die je een wereld bent achter ons. Dus ja. Is, uh, ja, ja. Want ja. die bekijken nu ook allemaal van: hé, je zingt altijd een nummer van een van die andere artiesten die je dan naar u ziet te kijken van. Wacht, God, dat jij uitvreten Ja, En jij exact. doet eigenlijk ja, hetzelfde. hetzelfde. Ook, ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. En uh, we hebben elkaar, denk ik, wel allemaal verrast. Denk ik ook. Wat, wat, wat zij met, met onze muziek gedaan hebben. Uh, ja, en andersom ook. Mm -hmm. Dus het, uh, het was verrassend. Ik moet zeggen, want van Jasper Stevelink. Uh, de versie die hij deed van Ice Queen. zijn wij naar de hand gaan spelen op, uh, als akoestische versie. Vond ik veel leuker dan de bluesversie die wij hadden gemaakt ervan ooit. En dat bluesversie die wij gedaan hebben ooit... Die blues die je nu maar blijft achtervolgen. Ja, ja, ja absoluut. Het zit in mijn DNA Zo, inmiddels. Why he? the hell? Ja, ja. Nou, Robert vindt het altijd super irritant. Want ja. hij heeft iets van... Oh, maar Sharon, je ziet nou echt allemaal bluesnoten. Alsjeblieft, doe het nou niet. Weet je wel? Je mm -hmm. moet probeer eens dat te doen. Ik zei, oké, oh, oké. Okay, okay. Nou ja. Maar dat is mijn eerste... Vroeger zat het echt in mijn systeem. Om heel mm -hmm. veel... Ja, de blues door te laten klinken. En, maar het grappige is dan... Um, ja, dat hij het op zo'n andere manier deed. Mm -hmm. Dat ik dacht van. Uh, oh, dat hadden we ook kunnen doen. Maar dit is echt veel cooler dan wat wij gedaan hebben. <laughs> <laughs> dat we dat ook maar zijn gaan doen, omdat we gewoon echt heel mooi vonden. En dat van nou, dat is een nieuwe kijk op je eigen muziek, die we nooit hadden verwacht. En dat ja, dat dat. Uh, ...doet je toch uh, dat je bepaalde besluiten... ja ...dat je anders naar je eigen muziek gaat kijken. Ook. Ja. Ja. Sharon, wij zouden nog uren kunnen doorgaan. Absoluut, was superleuk. Jammer maar, helaas hebben jij nog veel dingen te doen. Dan moet jij nog op andere plekken zijn vandaag. Dus uh, ja, bedankt om langs te komen. Dat ja. is mega cool. Misschien nog even vermelden we dat in Temptation. Uw nieuwe plaat is uit. Hè. Bleed Out ligt overal in de winkels. En op 5 oktober 2024 spelen jullie in de Lotto Arena. Ja. Dus ze hebben nog even tijd. Maar ja, dat gaat meestal ja. snel bij jullie. Dus, uh... De tijd vliegt altijd, heb ik het idee. Want, ja. uh, er waren al mensen die hadden de kaart gekocht... die dachten dat dit jaar was... en die moesten dat uiteindelijk bij mijn baas zeggen. Oh sorry, ik kan toch wel werken? Het is pas volgend jaar. Ja, <laughs> maar volgend jaar dan niet, op die een dag. Dus dat is wel hoe. In ieder geval, uh, Sharon den Adel, merci om af te komen. Heel ja, veel succes met de nieuwe superleuk. plaat. Dankjewel. Met de nieuwe tour, ja. met alles. En als je nog eens iets nieuws doet... wat je dan eindelijk toch weer die bluesplaat gaat maken... waar we allemaal vanaf willen zijn... <laughs> <laughs> kom dan even bij ons zitten, komt erover babbelen. We kom graag een keer terug. Dus Je jullie... zijn altijd heel welkom nou, en uh, merci om langs te komen. Heel graag cool. gedaan. Zo, dat was het weer voor ons voor vandaag. Dat is Andries, dat is Marijke, ik ben Alex. Samen zijn wij welkom to de AA. En volgende week zijn we er terug when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is Welkom. AA. Ah, ah, ik ben hier aan voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zendel ST! Dat de feest! <totstuken> Glimmerz op de middel! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.